Guido, je moet kiezen. Dilemma. Het is ja. mooi weer, het is in principe veilig. Ik heb twee uur om te trainen. Heb je me liever buiten of liever binnen? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer indoor wielrennen of hardlopen. Waar moet je op letten? Het liefst trek je de natuur in wanneer je gaat trainen. Maar soms is het buiten zo bar en boos dat je binnen wil blijven. Gelukkig. Zijn er tegenwoordig genoeg alternatieven om thuis te fietsen, te lopen en zelfs te zwemmen? Maar doet zo'n indoor inspanning wel hetzelfde op je lichaam? Kun je binnen net zo goed trainen als buiten? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey, goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen. Het is vakantie. Ja, ja. Tenminste, voor mij wel. Voor jou ook, volgens mij, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Het werk zit erop voor 2023. Nog twee weken vakantie en dan is het jaar voorbij. Ja. Maar niet voor ons. Wij doen 42 afleveringen in een jaar. Twee seizoenen van 21. En wie dan even meeschrijft en meetelt, weet dat wij moeten uitkomen op 168. Dus we hebben er nog drie te gaan. Ja. Vandaag gaan we het hebben over iets wat heel toepasselijk is. in de misschien wel natste herfst ooit, mm -hmm. las ik recent: Binnensporten. Ja. Oftewel uh, binnen fietsen, binnen lopen. Moest er maar eens van komen. Want jij, bent, jij bent er zo enthousiast over, Gerrit. Dus ik denk, ja, uh, ik ben eindelijk om. Hè? Ja. Ik heb een uh, aantal keren is het hier in de podcast daar al wel eens over gegaan. En dan vond ik het toch altijd ja. moeilijk. ik ja, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, ik want weet niet hoe dat is. Wij waren in het begin, hebben we het wel eens een keer benoemd. Van dat het van ons allemaal nog niet hoefde. En nee. dat het een beetje, uh, nou ja, uh, juist uh, de natuur opzoeken, et cetera. Dus ik heb bij jou ook wel even gedacht. Van nou, ik zie het een maandje aan. En als hij dan. Uh, die smart trainer van hem nog niet op marktplaats heeft gezet. Dan, dan, dan beklijft het waarschijnlijk. Dan is het toch een blijvend Enorm. iets voor jou. Ik ja. vind het een openbaring. En ik heb het dan ook uh, drie jaar uitgesteld. Ja. Want ik vind namelijk ook een belachelijk hoge investering eigenlijk. Maar dat ligt er misschien maar net aan wat voor portemonnee je hebt. Maar mm -hmm. uh, ik, nou, ik vind, vind flink geld. En ik uh, had al vorig jaar of de afgelopen twee jaar een paar keer... dat ik dacht, oh ja, het wordt weer donker, het wordt ja. weer nat. Zal ik zo'n ding eens aanschaffen? En dan zei jou ook, nee joh, denk je nou echt dat jij in de schuur gaat zitten? Dan pak ik toch je ja. maar en ga ja. het bos in? Dacht ik, oh ja, ja, ik ben een ja. buitenmens hè, dat wil je zijn. <laughs> Maar ik stelde toch vast dat afgelopen winter dat er maar weinig van kwam hoor. Ja. Ik ben langzaam aan het idee gewend dat ik toch misschien een mooi weerfietser ben. Ja. En dat ik toch het irritant vind als je dan al twee uur. Nou, een paar dingen. Ik ga niet zo gauw drie kwartier of een uurtje fietsen. Dat doe je niet zo gauw. En daarna schoonmaken. En dat hè? Ja, het, ja, het, dat... Dan moet hij weer gepoetst worden ja. en onderhoud. En weet ik veel. Dus de, nou, dan merkte ik, dat ging het maar niet. Ja. En ik heb ja. natuurlijk de afgelopen jaren ook veel aandacht versteed aan lopen, vooral. Ja. Nou, dan ga ik maar lopen ja. Ja, zonde, want uh, fietsen vind ik ook leuk. Dus uh, het is zover. Ik heb uh, in de herfst van 2023 een smart binnentrainer aangeschaft. En uh, ik ben los hoor. In, ja. uh, in Watopia. Dus jij, uh, dat betekent een smart trainer bij, uh, daar dat heb je een bedragje aan uitgegeven. Plus dan abonnement op Zwift. Wat heb je erbij. Ja, in dit geval even weer uh, netjes zeggen. We zijn in deze aflevering ook weer niet gesponsord. Dus je kan Zwift en je kan allerlei andere ja. tools. Ik kan er zo even niet drie opnoemen. Maar je kan ook in andere tools uh, trainen. Ik ben inderdaad voor Zwift gegaan, omdat ik wel, dat voelde ik vorig jaar al wel. Ik dacht er wel altijd, en dat blijkt ook zo te zijn. Ik ben wel gevoelig voor die gaming-triggers, ja. ik ga ja. daar goed op. Uh, XP-punten, zweetdruppels verzamelen en dan weer nieuwe shirtjes mogen uitkiezen. En, uh, de, de, dus dan, het spelelement, spelelement ja, dat, uh, is, is een, wel van een van de dingen dus, van, die mij trekt, ja, ja. Ja, die mij helpt om uh, op dat ding te gaan zitten in de schuur. Um, maar ik moest inderdaad zo'n apparaat kopen. Een van de dingen die me ook wel hielp: dat ik dacht: oké, okay, nu doe ik het. Ik was uh, rondom uh, de uittoren in gesprek met een online retailer uh, in de, in de Duursportwereld. Mm -hmm. En die vertelde mij, ja, er zit zo'n klassieke probleem in de markt dat natuurlijk tijdens corona ging iedereen aan de binnenfiets waar je dingen niet aan te slepen dan gaat iedereen ze heel veel bestellen gaat iedereen ze heel veel maken en wat krijg je dan ja zit dus nu enorme overvloed in de markt en uh, hij zei ja ik heb een retailer gezien daar hebben ze er zoveel staan ja ja die, daar die, krijg die ik die al uit van dus ja, ja. Uh, nou die ging ik daar eens even zoeken ja. en toen kon ik echt uh, nou ik geloof wel 30 ja. korting stonden ze voor ja ja echt 100 euro skorting denk nou dan dan dat is dan wel het moment en uh, zo'n abonnement kun je opzeggen hè? Zo, ja, dat kun je, je maandelijks van opzeggen domer, uh, ja, zit, ja, dan, ja dus probeer uh, ja. proberen je iedere keer te verleiden om ja. dan alsjeblieft voor een heel jaar af te sluiten ja. maar dat hoeft niet dus die kun je weer opzeggen en ik moest er nog uh, want ik, ik heb dan wel een, een een slimme en ik heb een direct drive ja. oftewel dat betekent ja. dat ik mijn wiel uit mijn fiets haal en mijn uh, ketting op een cassette op de trainer leg mm -hmm. die moet je dan ook kopen hè ja maar goed, dat was drie tientjes of zo. Ja, dus okay, heb toch weer drie er tientjes hebben, cassetten en, kopen. En, ja, en ja. wat had ik niet. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik had niet het gereedschap om cassettes te wisselen. Oh Ja, dat heb ik nog wel. Ja, dat uh, nee, had ik ook niet. Ja. Dus dat moest ik ook even ja. kopen. Maar goed, dat heb ik dan wel voor de rest ja. van. Maar zo wordt het langzaam wel een bonnetje. Van uh, in uiteindelijk nog meer dan 500 euro. Vind ik veel geld. Ja. Want ik heb ooit een fiets gekocht, tweedehands voor 1200 euro. En ik realiseer me dat er mensen misschien wel luisteren. Die fietsen van 3,5 of 4.000 ja. euro kopen. En die denken, waar heb je het over? 5.000 euro. Uh, ja, of dit of een vermogensmeter, denk ik, Gerrit. Maar ja, maar die, die had, die had die ik natuurlijk al twee jaar geleden ja. gekocht. Dus ja, nou ja, maar zo zie ik het maar een beetje. Ja. Hè? Ik, ik sport veel en dan mag er wel uh, één keer per jaar een wat grotere investering... Ja. In de sport gestart. Nou ja, dan gaan we maar eens kijken, kritisch kijken of het, ja, het, is het nou zinvol is. Dat jij het ja, nou of onzin? Ja, we gaan op zoek naar het antwoord op de ja. vraag: wat zijn de voor- en nadelen van uh, binnentrainer? Gaan we ook aan het eind van de aflevering aan trainer-coach uh, Guido Vroemen vragen: uh, hoe verhoudt zich een inspanning op de fiets wanneer je die binnen of buiten doet? Is dat eigenlijk anders? Hoe smart is dan een smart fietstrainer? Hoe belangrijk is het om rijwind te hebben tijdens het indoor fietsen? Loop je op een loopband? Want er kijken we hebben het niet alleen over nee. taxen of hoe dat ding... Dat is ook grappig hè? Ja, Taxe nee, is nee, eigenlijk nee. net zoals ja. natuurlijk uh, xeroxen in het Engels. Ja. Taxi is natuurlijk een merk, ja. maar zo heet dan ook het binnenfietsen. Um, is het uh, lopen op een loopband hetzelfde als buitenlopen? En wat doet de erg-modus met je pacing gedrag? En deze vragen die komen mede naar aanleiding van mijn eigen ervaring nu dat we het er eindelijk eens over kunnen hebben, omdat ik ook uit eigen anekdotes kan putten. Maar we hebben ook post gekregen. Luisteraarsvragen via post Toen ik dit weer zag en jij hebt dit keurig voorbereid, Jurgen, en je hebt die mails ook geplacht, dacht ik, oh ja, ik moet onze luisteraars ook even vertellen. Um, de Instagram-kanaal, @slimmerpodcast die beheer ik. Maar de mail beheren wij samen. Um, het inzicht wat ik hierop deed is, nou, ik zie ook wel vragen op Instagram binnenkomen en dan denk ik wel, oh ja, die moet ik even in ons ja, ja. vragendocument zetten. Ja. Maar dat doe ik niet altijd meteen. Ja. Dus als je nou meer kans wil hebben dat je vraag in een aflevering terugkomt, dan moet je even mailen naar post.slimmerpodcast.nl Dan zie ik het, maar dan zie jij het, ja, zie jij het ook, Jeugd. En uh, ik vind het leuk om af en toe te antwoorden. Ja, ja. <laughs> ja. Nou nog, ik vind dat ook leuk. Ja. Maar ja, het, het verwatert bij mij vaak. Twee mails die we aan de, aan de bron van deze aflevering hebben. De eerste van Tony en Erik Peter. Heel leuke mail. Maar de essentie ging over de vraag: nu de dagen korter en natter worden, en de winter voor de deur staat, kregen we in de herfst van 2023 binnen, ik denk, oktober ergens. Uh -huh. Verschuift de training met enige regelmaat van de gezonde buitenlicht in en om de bossen van Drenthe, waar Tony en Erik Peter trainen, naar de schuur/slash garage om de nodige kilometers af te leggen op de loopband. Ik. En de fietstrainer, slash Swift voor Tony. Erik Peter schrijft een mail. Nu ontstond bij ons de volgende vraag: Wat is het verschil tussen lopen op een loopband of fietsen op een indoortrainer en lopen of fietsen in de buitenlucht? En welke voor- en nadelen zijn er voor deze verschillende trainingsmethoden? Kortom, de zin en onzin binnen of buiten trainen. Nou, dat is de basis van deze aflevering. Pakken we nog een kleine mail van Koen van de Kouwen, trouwe luisteraar en vriend van de show, bij. Die reageerde op de aflevering van met Stijn Menting mm -hmm. over pacing. pacing. En die zei. Er zijn voor zowel hardlopen als fietsen ook twee opties waarbij, het pees, waarbij je het pace niet zelf in de hand hebt: lopen op de loopband en fietsen op de trainer-tax met een ERG-modus. En dat moeten we misschien nu meteen maar even uitleggen: dat is de modus waarbij de uh, software het uh, vermogen bepaalt. Dan kan je... En constant houdt. Dan... Nou, dat kan. Ja. Enerzijds zijn omdat je daardoor, dus de heuvels voelt in de virtuele wereld. Wat op je. Ja. Fiets je een heuveltje op, dan wordt die zwaarder. Fiets je hem af, wordt die lichter. Dat is wat de ERG-modus doet. Maar wat hij inderdaad ook kan, is als jij een blokkentraining hebt en je zit in het blok 280 watt. Dan zorgt die dat jij altijd 280 watt weerstand krijgt, ongeacht of jij uh, je cadans iets omhoog ja, of omlaag. Ja, aan. precies. Ja, dus wat er aan. gebeurt als ja. je je cadans dan omhoog gooit, ja. dan Schuift hij de weerstand wat omlaag? Of als je, ja. Nou ja, hij zorgt dat het een, altijd 280 watt ja. En een loopband is eigenlijk altijd in een ERG-modus. Omdat je ja, een dus vaste vast tempo. snelheid... Ja. Uh, dus om uh, de exact. mail van Koen af te maken. Ik ben benieuwd of gedwongen worden een tempo te lopen... Woor, uh, te lopen of gedwongen worden een power te trappen... ongeacht je kadans. Beter of slechter is... Maar voor, ja. vraag ik dan meteen weer Koen. Dan wanneer je zelf je tempo of power moet vasthouden. Nou, nou, misschien voor het pacing gedrag op. aanleren. Exact. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, daar gaan we ook op terug. Maar een leuke vraag namelijk. Ik uh, moet even denken, want ik heb ook ooit een... Uh... Een binnentrainer. Een binnentrainer gehad. En inderdaad een tax, Maar ik zat even te denken, Wahoo is een andere bijvoorbeeld. Dat is ook een merk, je, hebt, ja. uh, je kan ook gaan Wahoo uh, of uh, ja. nou ja. Nee, ik heb zo'n auto. Nou, dan noem ik de mijne ook. Ik heb een Elite Suto, want dat is oh, de, ja, de goedkoopste. Ja. Ja. En ik heb hem online besteld, maar wel fysiek gaan ophalen, omdat ik dan toch even ja. in die winkel Overkeel. wilde kijken. Precies. Heb ik nou echt een slimme <laughs> keuze? Want hij is wel echt goedkoper dan de rest. Ja. Ja. En dan heb ik een beetje stiekem staan meeluisteren met zo'n verkoper en die probeert je dan te Iemand anders in dit geval up te cellen naar een ander merk. Mm -hmm. Dat hij dan zegt: ja, als je gaat sprinten, oh, ja. dan is deze net wat stabieler. Ja, ja, nou, ik dacht toen al wat een onzin. En ik heb een paar keer gesprint en ik voel: ja, je moet even op je balans letten. Maar goed, dan moet je buiten ook. Dus ja. dan vind ik alleen. Je maar bent er nog niet van afgevallen. Absoluut. Als er niet. zijn nee, geen nee, dingen losgekeurd. Nee, los nee. Nee. nee, de mijne was echt een klassieke mechanische nog. Ja, uh, ja daar zet je gewoon je, je achterwiel. Die hield je gewoon. Alleen het was goed om een nieuwe band te installeren. Want die ging daadwerkelijk sleed die tegen een, oh ja, een weerstandswiel ja. aan. Ja. En dan had je gewoon op je stuur zeg maar, een kabel. Die was. Uh, daarmee kon je nou acht verschillende standen in. En dat was altijd heel lastig. Omdat je van uh, weerstand 6 naar 7, werd het ineens veel loodzwaar. En het was niet. Maar dat continuïn. moest jij zelf doen. Ja, dus en jij het, zette hem dan op zeven? Precies. En ja. dan was het... Dan voelde je gewoon... Ja, het was niet in, dat het gewoon continu die weerstand voelde. Ja. Maar ja, dat heeft weer een beetje... En welke beetje, tijd hebben we het hier over? Met de geometrie van je band TV, te maken? Of, uh... Nou, ik denk dat je praat over vijftien jaar geleden. Oh ja, ja. oké. Okay, je Ooit was vroeg bij. In, in voorbereiding op de Marmot. Ik wou zeggen, wat mis. was toen jouw ja. motief om ja. binnen te gaan trainen? Ja. En uiteindelijk weet ik dat ik voornamelijk buiten ben gaan zitten, omdat ik het, nou, daar gaan we het zo over hebben. Te warm. Te warm. Dus ik uh, zet hem dan wel onder het afdak. En uh, alleen ja, nou ja, de dingen waar ik tegenkwam, is dat vond ik heel irritant. Ik kon niet de juiste weerstand vinden. De band versleet heel snel. Ja. En het was het gevoel van dat ik heel hoekig moest gaan trappen. Omdat hij af en toe wel die weerstand had. En dan af en toe uh, verderop weer niet in ah, mijn ja. pedaalbeweging. Ja. Dus ja, dat maakt het eigenlijk zo onnatuurlijk fietsen. En dan noem je, denk ik, komen we al meteen met twee dingen die we waarschijnlijk gaan behandelen: is, is het fietsen hetzelfde? Is het trappen hetzelfde? En de andere is natuurlijk het omgaan met het feit dat je geen rijwind hebt. Ja. Dat zijn de, de, de meest genoemde verschillen met Ja. Buitenfietsen. En dan wil ik er nog wel een bij toevoegen: geen verkeer. Een van de dingen die ik fantastisch vind aan blokkentrainingen afwerken. Ja. Of überhaupt gestructureerde trainingen afwerken, is dat ik buiten altijd aan het klooien ben. Waar kan ik dit doen? Ja. Waar kan ik drie minuten 350 watt rijden? Moet ik dat wel eens? Nou, 320 ja. misschien. Maar, uh, ja, he, en, dan, en dan kom je ja. of op die dijk van Amerong ja. uit. Ja. Of, wat ik vaak deed met die intervaltraining, tegen de, de Amerongse berg op. Ja. En daar red je het altijd wel drie minuten door. Maar nou ja, als je een ronde ja. maakt, zit je met kruisingen, met ander verkeer, altijd goed. Dus het uh, dat is duidelijk, er zitten een aantal voordelen aan. Hè? Los prettig, van uh, want... weersomstandigheden. Ja. Uh, je kan een, uh, inderdaad geen last van het verkeer. De ander is volgens mij, je kan heuvels trainen, bergen. Ja. Ja, op die manier. En als je niet op Utrechtse Heuvelrug... Ja, nee, precies. Ik, want de Amoroseberg is natuurlijk wat anders dan de Alpe du ja. Zwift. Waar je, ik uh, geloof, duizend hoogtemeters pakt. Je kan... Aan de, een stijgingspercentage ja. van 10 tot 14 procent. En je kan die uh, de, in die Urk-mode echt gewoon... Ja, je op, als je een bepaald vermogen wil, uh, wil trainen, kun je dat doen. Ja. Ik denk dat ideaal voor uh, hittrainingen met name dan, omdat ja. je dan inderdaad... Intervaltrainingen, ja, hoogintensieve Dan word je, intervaltrainingen. word je moe en dan uh, wil je geen stoplicht inderdaad. Dus dat zijn allemaal uh, goede dingen. Laten we zo, want ik, we moeten waken. Het lijkt me heel leuk namelijk om met Guido ook hier ja. veel over te hebben. Dus laten we... Een beetje bewaren voor met Guido. En laten we nu eens inzoomen op de ja. wetenschap. Wat voor studies nou ja. zijn er gedaan over het verschil tussen binnen- en buiten? heel simpel als studie van, van dit jaar. Zelfs vorig jaar hebben ze mensen vijf uur op een fiets gezet. Uh, binnen en buiten op 60% van de V2 max, dus submaximaal. Ja. Rustige duur van 5 uur. Ja, <laughs> ja, om gewoon. En eigenlijk, er was, het doel was tweeledig van. Men had het idee dat er zoveel ongelukken. Of dat het, uh, nee, dan moet ik even anders zeggen. Het aantal fietsongelukken aan het toenemen was. Ik weet niet waar de studie precies werd uitgevoerd, misschien uh, niet in Nederland. En of dat ermee te maken had dat mensen uh, steeds meer mensen lange afstanden gingen fietsen. Ja, ultras uh, raken in. En het andere was gewoon: van nou ja, is het inderdaad zo? Van dat wordt altijd gezegd dat binnen fietsen, nou, na, na een uur ben je er klaar mee. Oh ja, dat kijkt ook een beetje naar jou. Uh, ja. Van, ja. En uh, en, en, en buiten hou je het veel langer vol. En dus heb, wat hebben we gedaan? Nou ja, gewoon de vijf uur lang aan het fietsen, dat is het maximaal. En dan uh, een paar dingen gekeken. Ja, ze hebben de theta golven van je EEG, dus van je hersen. Uh, mm -hmm. Nou, dat is er zal een wel wat voor? zeggen. Ja, dat denk ik voor, uh, voor belasting, eigenlijk oh, ja. mentale belasting. Ja. HRV, nou, die, daar ja. hebben we het al eens over. gehad. De indicator in de hartslag die iets zegt over stress. Ja. En de ja. laatste was een, een NASA-TLX-vragenlijst, ontwikkeld door de NASA. Uh, en de, die meten aan de hand van, van eigenlijk vragen hoe uh, ja, jouw mentale, fysieke belasting, uh, ja, hoe zwaar je het eigenlijk hebt of je gefrustreerd bent, hoeveel moeite het allemaal kost, nou, die is redelijk gevalideerd. Een en, vrijmazige meting dan puur de RPE, de beleefde mate ja, van inspanning op ja, een schaal van 1 tot 10. Ja. ja, maar dan misschien iets meer erbij van. Heb je, ja, goed, uh, vond je het leuk nog om te trappen? Ja, je wilde is. je stoppen? Nou ja, ja allerlei ja, vragen erbij. En inderdaad, het bleek gewoon dat uh, het indoor fietsen als uh, 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 ja, uh, mentaal, met name belastender werd gezien. Bij natuurlijk... dezelfde inspanning op het, zich. Ja, ja. Binnen vijf uur rustige ja, duur. Dat ja. is natuurlijk wel even de belangrijke vraag. Want ik, ik herken dit ook meteen. Ja. Want uiteindelijk is het natuurlijk best wel saai in je schuur op zo'n ding zetten. Ja. Ondanks dat je. Behalve dus door het spelletje. Ja, ja. Dus de vraag natuurlijk voor deze studie is even: moesten deze mensen inderdaad alleen maar vijf uur fietsen op een. Altijd ja, ze hadden trainer. wel een, een parcoursje op een video uh, klaargezet. Ah ja. Maar het was ja. niet een wedstrijdje zoals jij die ja. doet. Bijvoorbeeld heb ik ook onlangs dus geen... gedaan. Ja, of een groepstraining. Ja. Of, maar ook gewoon het, het freeriden heet dat dan in Zwift. Ja. Gewoon een rondje rijden en dan mensen tegenkomen. en bij mensen uit de wind gaan zitten. Ik bedoel, ja, je je bent met van niet. alles nee. bezig. Nee. En ja. Dat, ja. dat heb je daar natuurlijk nee. niet. Nee, dus is nee. de basis. Ik denk dat ze wel, want dat wordt altijd gezegd. Zet een schermpje voor je neer. Met uh, of je ja, een serie of kijken of een op. podcast ja. luisteren. Ja, ja. maar uh, nou ja, goed. Dus, uh, en dit kan niet alleen maar dus fysiologisch verklaard worden. Want in principe werd dat gewoon uh, vastgezet op die 60% van die Ik Weet de trouwens, moet even zwijgen naar de Kamer. Ik weet dat ook mensen ook op de tax onze podcast op YouTube kijken. Hè? Leuk, ja. Maar goed. Eh, want dat is wat, wat, wat vaak gezegd wordt. Ja, maar het, nou ja, het fietsen is ook anders... omdat je eigenlijk continu aan het trappen bent binnen. En terwijl je... Ja, dat, je hebt weinig je benen stil. Ja, en ja. dat is natuurlijk in, uh, als je buiten bezig bent... En dat zijn... Even, even nerd hè. Jurgen, want zo ben ik. <laughs> ik, vind dus, ik vind dit dan heel leuk, want dit is nieuw en ik hou van nieuwe dingen. Dus ik duik er dan ook helemaal in. Dus ja. ik, ik spendeer ook aardig wat tijd, een aantal keer per week, op de website Zwiftinsider.com. Okay, ja. Want daar staan allerlei tips en uitleg. En daar heb ik ook geleerd over de super tuk. Uh, de, de, de verboden uh, houding op de wielrenfiets ja. in het peloton. Namelijk ja. dat je op je buis gaat liggen Terwijs. en over je stuur. Ja. En nou is het dus zo, hopelijk zeg ik het goed. Je moet aan twee of drie voorwaarden voldoen. Namelijk, de helling moet, geloof ik, minimaal 8 of 9 procent naar beneden zijn. En je moet een snelheid van minimaal 60 km per uur hebben. Als je die twee voorwaarden voldoet en je houdt dan je benen stil. Dan gaat je avatar in de supertuk liggen. Oh, ja. En dan kun je dus okay. nog weer verder versnellen. Totdat een van die twee voorwaarden ophoudt. Dus dat je of langzamer gaat of dat de helling afneemt. En dan gaat hij weer zitten. En heb je hem al geprobeerd? Ja, ik heb dat ja. natuurlijk even geprobeerd. Het okay, werkt ja. echt zo en het werkt zo. En dan ook weer, ook van deze website geleerd. weet je ook niet automatisch. Maar je kan dus blijkbaar, standaard zit je een uh, soort van schuin achter je mannetje. Maar je kan met de toetsen van 1 tot en met 0, hè, de cijfertoetsen. Kan je de camera posities wisselen. Ja. Ja. En als je dan dus ook even een ik geloof vier of vijf pakt... dat je aan de zijkant van je waarde zit... Dan, dan zie je hem dus ook echt zo in oh, de supertuk ja. op het stuur liggen. Ja, ja, ja. Ik, uh, je bent wel heel enthousiast. Ja, ik vind uh, dat wel, leuk. Het ja. is gewoon nerd-game-dingetjes. Uh, maar, maar meteen ja. mijn uh, volgende vraag. Haal jij dezelfde vermogens... En jij hebt natuurlijk een vermogensprofiel ja. is ooit opgesteld... Ja. en je FTP heb je laten bepalen bij, ja. bij Guido in het lab. En, ja. uh, hoe zit het daarmee? Haal je dat uh, binnen ook, of niet? Ik heb het idee van wel. Ah. Maar dan moeten we zo nog maar even ja, video vragen. Als ik een beetje Google, internet wordt vaak gezegd. Nou, ga maar uit dat je 20 uh, wat ja, lager haalt. Gemiddeld internet. genomen. Ja. En dan wordt er verwezen altijd naar een studie. Ja, nou, en die studie ook. Het dus is niet gewoon de internetwijsheid, het is een studie. Want dan denk ik, hoe zat dat dan? Ja, in 2014 hebben ze eigenlijk zijn er toch niet heel veel studies gedaan. Nou, in uh, 2014 is, is degene waar meestal naar verwezen wordt. En die was wel heel mooi uitgevoerd, vond ik zelf. 40 km tijdrit, wel submaximaal, hebben ze gezegd. Van, uh, we gaan uit van een RPE voor rond de 13, 14. Even wachten. Dus nu ga je weer kilometer. naar een schaal van 20. Hè? Dat doe ja, jij altijd. Ik was een schaal van ja. 10. Dus, dus je gaat 40 keer met fietsen eigenlijk. Ja. Je met een gevoel dat... van inspanning van ja. 6 op een schaal van 10. Of dus 13, 14 op een schaal van 20. Ja. En dan ja. die proefpersonen hebben gezegd: Nou, dat doe je één keer buiten. En ze hadden een parcoursje. Ja, was afgezet, was geen verkeer. De Keystone Trail in Omaha. Ergens in Amerika is dat. Ja. En uh, daar hadden ze opgenomen dat, uh, dat parcours. En dat liet ze dan ook zien op het scherm indoor. Ja. Nou, daarbij hadden ze heel goed gekeken naar de omstandigheden buiten. Ja. En hadden ze eigenlijk die omstandigheden zo goed als het ging nagebootst. Qua temperatuur, qua luchtvochtigheid. Het lukt alleen niet met de wind. En daar komen we, daar komen we nog wel op. De wind uiteindelijk buiten was de een beetje 2,5 meter per seconde. Ja. En binnen was hij gewoon nul. Nou, en, en toen gezegd van oké, okay, nou, ga maar zitten. En welke vermogens trap jij dan? En dan vonden ze toch behoorlijke verschillen? Oh ja, ook leuk om te. Alles moest hetzelfde zijn. Ze hadden dezelfde kleren aan, dezelfde helm, dezelfde bril. Zo van uh, het iedereen het idee geven. Nee, het kan niet aan andere dingen liggen. Als alleen maar het feit dat je indoor bezig bent of, uh, of buiten. En het scheelde uiteindelijk 30%. Maar met een enorme variatie: 11 tot 70%. De dus sommige gingen maar altijd minder. Altijd minder. Dus ze trapte ja. altijd binnen minder vermogen dan Precies. buiten. Het ging om 208 tegenover 163 uh, watt. Zo. En dus ja, wordt het verklaard? Ja. Want ik heb meteen ideeën. Ja, nou ja, je zag het ook in de hartslag. Dus mensen gingen minder, nou ja, op afgaande van de hartslag, maar eh, dat niet minder belasting. Maar mijn eerste idee zou zijn, wacht even. En je hint al drie keer, we gaan het er zo over hebben. Nou, laten we het over hebben. Um, buiten heb je rijwind, ja. wat je natuurlijk afkoelt. Binnen, nou jongen, je hebt er nooit zo hard gezweet als in het ja. schuurtje. Ik had ja. de laatste keer gewoon de hele schuur vol mis staan toen ja. buiten rond de nul was. Uh, je... je je kerntemperatuur zal daarmee tenminste, volgens mij loopt de temperatuur veel harder ja, op. Ja, je hebt je, dat is de thermische belasting wordt gewoon ja. gezegd. Daar hebt ze naar nou op zich, maar dat wil ja, wij denken altijd die kerntemperatuur als die oploopt, dan ga je in prestatie achteruit We hebben met met Puck ja. puk ja. bijvoorbeeld over gehad ja. en. Maar het blijkt al eerder dat het ook te maken heeft van ondanks de kerntemperatuur, die mag hetzelfde blijven nog steeds, maar als bijvoorbeeld op jouw huidtemperatuur al iets oploopt, ja, ja, dan gaan er al processen in je lichaam zeggen. Let ja, op... dat is één. En je kan je je warmte minder goed kwijt. Die ja. gradiënt van kern naar de buitenkant van je lijf wordt al minder. Ja. Dus ja, uh, dat in ieder geval, dat is de verklaring die zij gebruiken. En want dat zien zij, ze hebben met sensoren dan de, de huidtemperatuur gemeten. Ja. En dat is een verschil dan denk je, nou ja, zoveel is dat niet eens 33 tegenover 31,4. Maar dat kan net dat verschil geven van waardoor die warmte van, vanuit de kern naar de buitenkant en dan uh, de afgifte vervolgens. Ja, dus dat, dat is een toch effect. Iets minder Als je ja. binnen traint, heb je het sneller, warmer, wat je prestatie kan ja, belemmeren. Ja, en maar het grappige er wordt altijd gezegd, ja, nou, je moet ook goed drinken of er valt niet tegenop te drinken. Ja, zij, de studies, zij uh, maten precies van de mensen hoeveel ze innamen hoeveel ze dronken en ook uh, hoeveel ze zweten, zeg maar mm -hmm. aan de hand van na afloop even op de ring gaan staan, ja. daar zie je dan geen verschil. Dus het is echt gewoon dat ja die thermische belasting, het gevoel ook van ik krijg het warm en of dat en daarbij nou, een, een, een huidtemperatuur die in ieder geval uh, iets oploopt waardoor je minder goed je warmte kwijt ja, kan. Nou, de, re ja. de reden dat ik zo twijfel als je mij vraagt haal je je vermogens los van de waarden en de getalletjes? Ik heb namelijk ook een keer of al een paar keer een rustige duur. Ja. Mogen proberen te doen binnen. Ja. Maar dat lukt mij niet zo nee. goed. Ja. Want uh, dat Watopia is best wel heuvelachtig. En dan ga je weer eens zin en dan kom je. Ik, ik laat me één. Ik, ik klim hier natuurlijk niet zo veel. Ja. Dus ik kom in Watopia allerlei heuvels tegen. Maar die hoef je toch niet te doen. Als jij rustig duurt, zou je ook zonder heuvels. Maar dat is. Uh, nee. Ja, maar dat, nou, zo bekend ben ik dan nog niet ja. in de wereld. Ik, ik ben bijvoorbeeld ook nog weinig in andere werelden geweest. Want je hebt een soort van negen of tien verschillende werelden. En je <laughs> hebt misschien ook wel hele platte werelden, ja. maar ben, ja. ben ik nu niet geweest. Maar ik merk, ik vind, die, ik vind die heuvel ook wel leuk. Maar ja, ik ga dan gauw wel daar toch wel flink tegenaan duwen. Ja. Dus ja. dan trap ik flinke vermogens. En dan krijgt het ook warm. En dan, uh, ja, ja. En, en, en ook als iemand mij inhaalt. Daar heb ik natuurlijk in Races al heel vaak over gehad. Maar dan heb ik ook in Watopia, Dan neig ik toch om erachteraan te gaan. Dus dan moet ik echt opletten. Want dan zit ik toch weer harder te trappen. Ja. dan de bedoeling van de training ja. was. Ja. En daar is natuurlijk, daar, daar komen we terug bij de vraag van Koen. Als ik dus een voorgeschreven blokkentraining doe. dan zal je dat minder gebeuren. Want dan houdt die trainer gewoon het vermogen wat je moet rijden ja. aan. Ja. Uh, maar vandaar dat ik zeg, nou, ik vind dat ik flink trap ja. op die binnentrainer. Ja, dus dat maar dat is... komt dus meer omdat ik buiten op de weg ja. het moeilijk vind om zo hard door te trappen. Nou ja, precies. En dat komt misschien ja. wel door de wind, ja. maar dan juist door de windweerstand. Ik merk dat ik buiten snel voor mijn perceptie rustige duur... Nou, als ik een kilometer of 26, 27 rijd, dan vind ik dat al vind snel rustige mooi, duur. Terwijl als ja. ik dan naar mijn waardes kijk, ja, ja. dan rijd ik maar 150 watt of zo. Ja. Terwijl Guido zegt, nee, rustige duur is voor jou 200 watt. Ja, ja. Ja. En dan moet ik voor mijn gevoel buiten meer mijn best voordoen dan ja. binnen. Oké, okay. ja. Maar dat komt denk ik door de hoogteverschillen of zo. Dat zou, dat, dat, dat ja, waarschijnlijk. Maar dat is ja. wel een uh, goed punt, denk ik. Ja, er wordt in principe ook altijd gezegd, ja, kijk, als je gewoon in het peloton kijkt... Teu van ja, Erf heeft die, 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 die data of, Die, die zitten, uh, nee. nou, volgens mij was het 60% al in zone 1 en 2 ja. van 5, dan, zeg maar. Ja. Oh ja. En gewoon uh, misschien wel 15, 20% uh, je benen stil. Ja. Ja. Nou ja. ja en dat, is, uh, dat, dat doe je, denk ik, binnen even minder. Nou, tenzij. Ja, je een tenzij, je doet. precies. Ja. Maar goed, dan gaan we het zo eens. Ik, ja. ik, jij hebt wel een ventilator aan, denk ik, hè? Nee. Oh. Maar ik zit in de schuur en ja. dat is een onge onverwarmde schuur. Zet je de deur open? Ja, dus ik zet raam en de deur open. Oh, Oké, okay. ja. want dat is wel interessant. Ja, men komt er steeds maar achter dat die thermische belasting zit... Ja, dat dat toch wel uh, best wel anders werkt... Dan, of tenminste, dat daar factoren bij een rol spelen. die men bijvoorbeeld in, in labsituaties vaak bij inspanningstesten nog niet zoveel rekening mee gehouden. Dus dat is natuurlijk het maf. Hè? Alle inspanningstesten doe je die eigenlijk binnen. Ook binnen. Ja. ja. Dus dan zou je zeggen, de FTP die daaruit rolt, die gebruik je voor je trainingen buiten. Ja. Nou ja, deze studie suggereert in ieder geval dat daar verschillen mogelijk zitten. Ja. Dus ja, dan zou je buiten je FTP op een andere manier moeten bepalen. Bijvoorbeeld met zo'n critical power uh, via, via, ja, via het critical power een soort model. Testprotocol. Ja. 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 Dus dat is wel een discussie. Maar eh, maf genoeg is er bijvoorbeeld pas dit jaar zag ik een studie die echt gekeken heeft naar nou, wat doet nou luchtstroom zelf, of nou, in dit geval rijwind mm -hmm. misschien. Op, um, ja, op, op die thermische belasting. En dan hebben ze gewoon mensen, ja, let wel binnen hè, in het lab neergezet. 32 graden, 40% luchtvochtigheid, maar wel warm dus. En dan uh, bij uh, drie of vier verschillende condities: uh, geen wind, geen luchtstroom, nul. En dan op, uh, even kijken, ik, ik ga het even opzoeken. Ze hebben gekeken in uh, 16, 30 en 44 km per uur: de luchtstroom. En dan. Ja, de, uh, die, die, dit zijn kilometer per uur windstromen. Dus ja. 0, 16, 30. En vergelijkbaar ja. Dus eigenlijk als jij... Vergelijkbaar met tempos die precies, je zou kunnen fietsen. Als het ja. wind stil is ja. en jij ja. fietst dat tempo. Ja. 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 En dan hebben ze een tijdritje binnen gedaan. Volgens mij was het 20 minuten, zoiets. En dan zijn... Nou ja, gewoon eigenlijk kijken van, oké, okay, welk vermogen trap je? En dan zagen ze eigenlijk dat... Ongeacht uh, dat alleen als, die, als er geen luchtstroom was... het vermogen echt lager was. Oh ja. Maar vanaf 16 ja. en 30 en, en 44... dat dat niks uitmaakte. En dus geven zij aan... ja als je binnen maar een beetje luchtstroom hebt eigenlijk... dan heb, dat geeft dat al genoeg in ieder geval... Uh, de, de, de capaciteit om je warmte kwijt te raken. Want dat zagen ze precies terug daar... Van nogmaals, ze zagen geen, uh, geen verschil eigenlijk in die, die zweetafgifte. Hmm. Puur op het, uh, de vocht binnen. Min dan het, uh, het vochtverlies aan de hand van het gewichtsverlies. Ja. Um, Alleen, ze zagen wel dat die kerntemperatuur iets opliep. De huidtemperatuur liep op. Ook de hartslag en de RPA werd zwaarder bij als er gewoon geen luchtstroom was. Ja. Maar dat, gel, ja, dat voor de 16, 30, 44 maakte dat allemaal weer niks uit. Dus ze zeggen gewoon ja, op de een of andere manier is het dus. Want je zou denken, ja, nou ja, je zweet toch. Ik bedoel, je kan je warm toch kwijt door te zweten, door te verdampen. Maar ja, een beetje luchtstroom helpt daar dus wel echt bij om die capaciteit ja in ieder geval op te voeren waardoor uiteindelijk de capaciteit om die warmte af te geven ja uh, optimaal wordt voor zo'n inspanning. Exact. Dus dat is gewoon heel simpel. Doe een ventilator aan. Of ja, zet of de ramen en deuren, deur deuren open. open. Ja, precies. Op. Want ik, ik moet zeggen, ik, ik zie er altijd wel even tegenop om die schuur in te gaan. Want het is natuurlijk ja, echt koud. koud ik precies. heb in het begin ook echt nog ja. even een aantal laagjes erbij aan. Die moeten snel uit. genoeg uit ja. uh, na een kilometer ja. of na een minuut of vijf of tien. Um, ik heb me ook wel geïnteresseerd inmiddels. Ik moet er niet aan denken. Ik, ik heb de luxe van een tuin en een schuur. Ja. moet er niet aan denken dat je dit in je huis gaat doen. Ja. Waar ook al zet je een raampje open, het dan toch een graad of zestien is. Ja. Want je krijgt het inderdaad een ja, ja. tijd warm, jongen. En, en, en praktische tip dan maar weer even. Weet natuurlijk iedereen die dit al jaren doet. Maar inderdaad, grote handdoek over je fiets. Want het schijnt dat dat druipende zweet. schijnt echt funest ja, te zijn voor je, je materiaal. Fiets, ja, ja, ja. Um, En ik heb dus een grote handdoek over de fiets liggen. En een handdoek, tweede handdoek erbij. Om gewoon de hele tijd je kop af te deppen, jongen. Ja, ja. het Druipt gewoon ja, je ogen ja, in. Ja, ja. Maar ja, uh, dan komen we op de hoofdvraag van de aflevering. Moeten we het misschien met Guido zo over hebben voor en nadelen van binnentrainen. Oké, okay. binnentrainen is thermisch belastender. Ja. Maar hey, misschien is dat wel heel goed. Ja, dat is de training nou ja, daardoor beter? Die, die discussie in de in die stukken zijn wel hé, hey, maar als je dan je vermogens dus niet haalt of dat die anders zijn, ja, kun je dan is jouw trainingsprikkel wel hetzelfde. En dit is volgens mij ook een vraag die we continu uh, volgens mij van Jacco wel regelmatig krijgen. Dat het juist van, in hoeverre is het juist een rustige duurtraining bij, als het heel heet is, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dat geeft dan toch ook weer een extra, is toch gewoon een prima prikkel. Ja, die, die warmte-stress die, is toch kun gewoon... Kun je die twee, ja eigenlijk kun je de trainingsprikkel en de, en de warmteprikkel dan ja, bij elkaar optellen. En wat ja. doet dat met het lichaam? Nou ja, dat vind ik wel een hele interessante. En ja, Want dit is spannend. Uh, je hebt nu twee studies aangehaald ja. over, over wat er gebeurt rondom binnen trainen. Het effect van ja. luchtstromen en het effect van temperatuur op eventueel minder vermogen trappen. Maar valt er überhaupt wetenschappelijk te onderzoeken, en is er wetenschappelijk onderzoek, wat inderdaad het trainingseffect is? Nee. Nee, toch? Deze is bijna niet te doen. Ze hebben niet studies gedaan waarbij ze bijvoorbeeld een groep mensen acht weken lang binnen laten trainen. En buiten. En buiten en dan eens gekeken. Dat zou interessant zijn, natuurlijk. Theoretisch zou het natuurlijk een bal uit moeten maken. Trainen trainen. Nou, maar ja, je fietst echt anders. Los van het feit of je wel of niet opwarmt. En dat is wel een studie die ik toch nog even erbij wil halen. In Maastricht gedaan. Vorig jaar, onder andere uh, uh, Matthijs Hesseling deed mee, Ah, en we eerder uh, hier in de podcast ja, te gasten. Toen ging het over Miet Gandria toen we hem spraken, maar hij vindt het natuurlijk leuk om een beetje wielerstudies te doen, en zij uh, hebben echt met een uh, ja, aantal 14 wielrenners continentaal niveau en World Tour. Uh, dat moet ik altijd denken, want het was met Dario Sanders zat hij nou bij Ineos. Die, zat bij, ja, die zit bij een van die grote ploegen, mm. dus ze hebben die renners ook getest. En dan hebben ze eigenlijk gekeken naar het vermogensprofiel uh, door op twee verschillende dagen buiten en twee verschillende dagen binnen... Uh, keken naar de maximale vermogens bij 1 minuut en vijf minuten was de ene dag en de andere was bij drie en veertien minuten. Oké. Okay. Dus drie minuten vol vol trappen, veertien minuten vol trappen. Nou, dan kun je dat profiel uh, uh, tekenen. Tekenen. Ja. Komt een kritisch vermogen uh, uit uiteindelijk. Nou, daar hebben ze heel netjes gedaan. Um, ze hebben buiten namelijk ook gekozen. Ja. Dan ga je denken, maakt dat weer misschien een verschil voor een heuvel op van 2 à 3 procent. Ook wel af, afgezet, maar met het, ja, het is idee wel lekker dat om veel vermogen te dan lukt het ja. om je maximale vermogens te halen. Nou, en wat zij echt vonden is, uh, nou ja, ze hebben gezegd de temperatuur buiten was hetzelfde als binnen. Nogmaals, uh, er is niet meer vochtverlies. Ja, daar wordt dan niet vermeld of een grote ventilator ja of nee staat. En of er, Wat wij dus geleerd hebben de andere ja, studie is belangrijk. Ja. <laughs> en dus dat, is, dat mis je gewoon in heel veel studies. Dat zetten ze dan niet bij. Of, uh, en zij hebben bijvoorbeeld niet die huidtemperatuur, kerntemperatuur gemeten. Maar zij vonden ook dus bij die PROS eigenlijk dat het getrappelte vermogen daarmee nog steeds buiten hoger lag dan binnen. Uh, scheelde ongeveer nou, van 4 tot 9 procent afhankelijk een beetje van de duur. Grote individuele verschillen. En wat ze zagen is dan bijvoorbeeld bij de 1 en de 5 minuten uh, maximale vermogens: dat het de cadans iets hoger was. Binnen. Ja. Ja, dat herken ik meteen. Uh, zes, ik ga binnen. Zes, uh, ook, ik zit binnen op een RPM. veel hogere ja. cadans dan buiten. En, en, nou ja, en waar zij het op gooien, is dat de traptechniek toch echt net, net even anders is, omdat je niet die rolweerstand hebt. Mm -hmm. Dus eigenlijk, ja, je, als je eenmaal op gang bent, ja. dan zul je ook wel merken: dan blijf je misschien makkelijker doortrappen. Binnen, dat die smart trainer, ja, die van nature als je buiten je even niet trapt, mm. kom je eerder tot stilstand door die rolweerstand ja, ja. en dat dat binnen niet zo is. Dus zij zeggen, ja, daadwerkelijk de trapbeweging, en dan wijzen naar een andere studie, die heeft echt naar die torque gekeken, ja. die torque profielen. Ja. En die zeggen, ja, het, is dus, het, is, het fietsen is gewoon, dus de krachtsoverbrenging is binnen, ondanks, nou, hoe smart die, die trainers tegenwoordig ook zijn, uh, dan buiten. En, daar moet je, en daardoor haal je je vermogens in ieder geval die profs ook niet. Ja. Dus ja, en dat is wel interessant. Hè, voor... Nou, laten we sowieso aan Guido voorwerpen hoe erg dat ja. is. Ja. He, dat je, want, want dat lijkt dan nu wetenschappelijk echt wel aangetoond. Ja. Dat ja. je dus om verschillende redenen thermische belasting, weet ja. ik veel ja. blijkbaar binnen minder vermogen kan ja. leveren. Ja, ja. oké, okay, interessant. Dit gaat allemaal over fietsen. Ja. Um, en, je kan uh, ook, dat, 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 ik zit daar met verbazing naar te kijken, maar ik, ik heb natuurlijk wel eens uh, tri Triathlon Terran uh, op YouTube gevonden. Uh, die woonde toen nog, inmiddels is hij verhuisd, maar in Canada, waar uh, vier maanden sneeuw lag. Dus dan kon hij ook niet buiten hardlopen. Dus die ging ook altijd binnen hardlopen. Ja. Jij hebt mij wel eens verteld, een vriend van jou, ja. die loopt ook alleen, alleen maar binnen ja. op een loopband. Ja. Ja. Ik zie in Zwift ook allemaal mensen rennen. Uh, waarom, waarom loopt die vriend van jou alleen maar binnen? Ja, ook denk ik het gemak van dan... Uh, en, en, dat je het nou over saai hebt. Ja. Dat lijkt me nou echt saai. En bekendheid. Ja, je kan gewoon een gestandardiseerd protocol afwerken. Van nou ja, ik kan ja, ja. even ook blokjes doen, intervalen, ja. noem maar op. Dat, uh, ja. Oké. Okay. En het is altijd droog. Ja. En, uh, ja. Maar uh, daar kunnen we natuurlijk dezelfde vragen ja. op Wat is het verschil tussen binnen- en buitentraining? Wat heeft de wetenschap? Ja. Waar heeft de wetenschap ja, naar gekeken? Daar heeft, nou, in tegenstelling eigenlijk, ja, er is heel veel... Studies gedaan aan de loopband, het lopen op de loopband. Is mm -hmm. dat nou anders? Is dat nou fysiologisch anders? En is dat biomechanisch anders? Ga je anders lopen op een loopband? Ja, natuurlijk. Je, uh, in, in dit geval heb je gewoon een band die onder je beweegt, natuurlijk. Ja. ja. En dan heb je natuurlijk, moet je rekening mee houden, verschillende soorten banden. De ene heeft wat meer demping dan de andere. Ja. En vooral die in de sportschool, die dempen vaak nog meer. En die, ja, die maken ook veel geluiden, dan ga je op en neer. Dus dat was in de begintijd, werd er voor gewaarschuwd van, ja, is het wel een constant tempo? Of elke keer als je eigenlijk je voet neerzet, rem je misschien weer wat ja, ja. af. En als je weer afzet, dan geef je hem weer een, een duwtje mee, zeg maar. Nou ja, we gaan ervan uit dat in ieder geval ja, alle labstudies die worden gedaan met echt van die goede gemotoriseerde loopbanden. Um, en er zijn eigenlijk twee dingen van belang. Nou, de eerste is met name wat er gezegd wordt van... En dat is natuurlijk het grote verschil van hier loop je daadwerkelijk, je beweegt ook echt... Dat is natuurlijk op een, uh, op een fiets eigenlijk niet. Die staat echt stil. Nee, precies. Want, want we hebben het over, even terug naar dat fietsen, de rijwind is weg, verkeer is weg, ja. Maar wat ook helemaal weg is, is balans houden. Ja. Dat is natuurlijk ook een onderdeel ja. van fietsen. Ja. Coördinatie, ja. sturen en uh, dat is en dat allemaal En als op verdwenen. een loopband is het, ja. ik weet niet of jij dat wel... Uh, ja, jij hebt ook wel in wel het verleden dan heb dan, ik wel ja. op loopbanden nou ja, gelopen. En ja. In het begin vind je het nog een beetje spannend. Hè? Ja. Ja. Vooral als je tempo opvoert. Ja. Uh, de angst van ja, wat als ik vanaf vlieg of uh, ja. kan ik makkelijk aan de zijkant stappen. Nou ja, je ziet eigenlijk de eerste zes minuten beschrijven ze dat inderdaad biomechanisch. Als je puur kijkt naar contacttijden, uh, paslengte, uh, pasfrequentie, dat soort dingen, is het even wennen voor de meeste mensen. Maar na zes minuten, nou is het redelijk constant. Mm -hmm. uh, maar wat altijd dan gezegd wordt, is van ja, je mist daar ook wel de, uh, eigenlijk de, de luchtweerstand of de, nou ja, de loopwind. Mm -hmm. uh, en dus je moet er rekening mee houden dat jij jouw energieverbruik of uh, buiten hoger of uh, hoger is. Ja. Omdat je te maken hebt als jij 12 km per uur loopt. Dan binnen vanwege dat verschil in luchtweerstand. Nou, we ja. hebben het. Ooit gehad over in de slimme. Maar dat komt. Lopen. Omdat we natuurlijk, als we het over fietstrainers hebben, is alles al in power. Ja, in in, in vermogen. Ja, ja. Terwijl loopbanden ja. en looptrainers binnen gaan natuurlijk nog op snelheid. Ja. Dus daar moeten ze dit dat dan zeggen. Let op, snelle, ja. de snelheid die je binnen loopt, ja. zul je buiten niet halen. Je loopt binnen ja. harder, in feite. Ja. ja, nou ja, en dat, dat is door een beetje ontkracht door een uh, literatuurstudie van review van, van Bas van Horen. Die hebben we, natuurlijk ja, we ook gehad. Uh, ja, ja. Ja, ja, die heeft echt veel, uh, veel alle studies op een rij gezet. En gewoon eens gekeken, nou, uh, en daar wordt gekeken naar zuurstofverbruik. Uh, dat is eigenlijk de standaard, maar ook naar hartslag, uh, RPE en lactaatspiegels. Hmm. En dan uh, vergeleken binnen een bepaald tempo. Van pak nou, een meter, 10 tot uiteindelijk 16, 18 kilometer per uur. Submaximaal tot max. Uh, en dan ook uh, buiten vaak hetzelfde protocol. Maar dan, nou ja, dan ga je daadwerkelijk lopen. Vaak atletiekbaan. baan. Ja. Af en toe gebeurt dat ook nog weer in een lab Met gewoon een baantje waar je op kan, kan rennen. Dus dat is natuurlijk wel even nog. Dat mensen zeggen: hé, hey, maar indoor lopen fietsen. Ja, we hebben het dus vandaag niet over wieler. Ah, ja, of ja, 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 atletiekbanen ja, binnen. Ja, 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 ja. Of dat mensen zeggen... Ja, maar ik ja. zet mijn, uh, mijn tax Of mijn waar, hoe zet ik buiten neer? Dus dan ben ja. ik toch buiten aan het vinden? Nee, ja, heb even, ik laatst ook gedaan. Even In de Auvergne. Ja? Op het balkon. Had ik me helemaal opgeheugd. Heb ik geleerd van Remco Renes. Die zit ja. ook altijd op zijn veranda. Wat jij ook zegt. Onder het afdakje. Dus, uh, we hebben daar een mooi balkon met een afdakje. En een prachtig uitzicht. Ja. Dus ik had me al helemaal geheugd dat ik hem erop zou zetten. <laughs> Kreeg ik weet natuurlijk op straf allemaal... Jeetje, ben je ja, ja. in de Auvergne? Hoezo ga je dan ja. op een tak zitten? Ga naar ja. buiten fietsen. Maar ja, ook hier rolt. Uh, het was einde van de dag. Het wordt snel en vroeg donker, dus uh, ik moest nog aan de uur ja, ja. trainen. Haal ja. ik niet meer om ja. vier uur. Maar in ieder geval, uh, alles op een rij zettende nuanceert hij een beetje van uh, ja, dat effect van die luchtweerstand. Omdat je toch, nou ja, in de meeste studies laten zien, dat het uh, de zuurstofconsumptie eigenlijk mm -hmm. uh, bij een bepaalde snelheid. Dan kom je ook weer richting die loop economie et cetera. Dat dat niet zoveel uitmaakt. Uh, terwijl, eigenlijk als je weer op internet speurt, en volgens mij doet Guido het ook standaard. Dan wordt altijd die uh, de loopband op een 1% gradiënt gezet omhoog. Ja. Om eigenlijk te compenseren. Te ja. Dat je wat weerstand hebt van nou wind. Wat Bas een beetje laat zien, is ja, dat wordt pas echt relevant vanaf 16 km uur, per uur zo'n beetje. Nou, dan, dan heb je buiten ook wel wat, uh, wat wind. Opvallend is wel van, uh, ja, ze vinden altijd nog maar vaak, en dat past misschien deelsbaar in het verhaal. lagere lactaatspiegels op een loopband. Lager. Ja. Uh, ja. Alsof dan mensen toch, ja. Dus, uh, ja. Uh, en hij kan het niet helemaal rijmen met een lagere zuurstofconsumptie. Uh, en de RPE. Ja, die wordt vaak dan, vooral als het hard gaat, wat hoger ingeschat. Mensen voelen zich toch wat oncomfortabel op die Om loopband. heel hard op een ja. loopband te rennen. Ja. En het andere is, als, je sub, als mensen mogen kiezen van... Doe een rustig tempo, sub, maximaal, Dan kiezen ze op de loopband toch vaak voor net even lager tempo... dan dat ze spontaan buiten gaan rennen. Hmm. Dus daar zit toch wel iets in van... Ja, die loopband maakt toch voor sommige mensen iets benauwend, denk ik, van... Uh, nou, ik kies voor de zeker vorm van een, een, een standje lager. Dus eigenlijk zegt hij van, nou ja, binnen buitenlopen, fysiologisch gezien, nou, hartslag en dan uh, en, en zuurstofopname maakt niet zoveel uit. Misschien bij vanaf 16 km per uur is het goed om die gradient in te zetten. Ja, of eigenlijk, om wind misschien. Om te simuleren. Juist in plaats van 16 ga je binnen dan 17 km per uur of 18. Ik bedoel, dat, ja. dat, nou ja. dus. Fysiologisch lijkt het op elkaar. Het grootste verschil ja. is het gebrek aan wind. En daardoor moet je voorzichtig zijn met uh, snelheden. Ja. Met elkaar vergelijken Precies. tussen ja. binnen en buiten. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, nou dan is het andere. Loop je dan anders op een loopband? Nou? Biomechanisch? Uh, ja, wil je al weten. Hangt ook heel erg van de loopband af. Eentje die heel veel dempt. Ja, dan ga je echt wel iets anders lopen. Dan ga je meer op je voorvoet lopen. En uh, vaak iets hogere pasfrequentie. Eigenlijk, Als je gewoon een hele goede loopband, die, die moet knetteren of die moet best wel hard zijn, alsof je op asfalt loopt, dan ga je gewoon, nou ja, meer midden- en, en heel landing gebruiken ten uh, opzichte van wat je buiten doet, of wat is het? Voor nee, uh, zo al precies hetzelfde als je buiten doet. Ja, 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 oké. Okay. Dus hij dus zegt in eigenlijk... de eerste als een verende loopband is, ben ik misschien buiten een hiellander en dan ga ik binnen ja, meer op voorvoet. Maar ik ben ja. buiten ook een voorvoetlander, ja, dus ja, dat blijf ik dan ja, doen. Ja, precies. Ja. En ja. ook op die harde plank blijf ik ook voorvoetlander. Ja. En Ze hebben wel eens gekeken. Er zitten kleine verschillen in uh, hoeken tussen uh, voet en, en, en scheenbeen. Uh, en tussen bij, bij knie en ook de verticale beweging van je heupen. Ja. Maar ja, uh, Bas die geeft aan: dit is redelijk triviaal. Uh, Precies. Ik zou en, bijna willen zeggen, Jurgen: boeien. Ja, Het enige Eigenlijk wat ik ook wil weten is. Hebben binnenlopers meer blessures? Ja, nee. Is daar ja, onderzoek naar daar gedaan? is geen onderzoek naar gedaan. Wat Bas eigenlijk wel aangeeft is... Stel dat jij uh, blessures hebt aan je, aan je uh, scheenbeen. Ja. Dan is het uh, moeite waard om binnen te gaan lopen op een zachte loopband. Aha. Omdat je dan juist meer op je voorvoet gaat lopen. Dat geeft meer belasting voor je kuit. Ja. Maar meer uh, ontlasting voor de voorkant van uh, ja, voor je schenen. En dat is dus, maar als jij dus een kuitblessure juist hebt, dan, dan moet je dat juist weer niet gaan doen. Dus okay. daar komt het een beetje... Nou heel specifiek. Ja, maar specifiek omdat je juist... Dus je kan een beetje manipuleren van ik wil mijn kuit meer of minder belasten. Nou ja, of je meer belasten is, juist zoek een, uh, een, een zachte uh, loopband op. Ja. Dat je die heel erg dempt, dan ga je automatisch op je voorvoet lopen. Dus in die zin, vanuit het motorisch leren gebeuren, kan je zeggen: Nou ja, ik wil wel eens weten hoe het is om meer op mijn Ik ben meer een Hierlander bijvoorbeeld. Ja. En goed, uh, als ik wil oefenen meer uh, en ik heb wat last van mijn schenen, nou ja, dan, uh, dan, dan is moet het goed. jij op een hele ja. zachte springy ja. ja. loopband gaan ja. lopen. En dan is de volgende vraag weer: waar vind je die hoe weet je, of die springy ja. of hard is, is of is, uh, weet ja. ik wel. Ja. Heel veel praktische problemen. Ja. Ja. Oké, okay. dat is wetenschap. Missen we nog een belangrijke ja, studie over binnenbuik? De... Oh ja, ja, ja Van ja. Koon. De vraag ja. Van Koen. wat ja. nou als je dus door middel van een apparaat, hetzij een loopband die constant staat, of oh, hetzij een fiets met ERG-modus die regelt dat je altijd hetzelfde mogelijk fietst. Wat is het effect op je pacinggedrag? Ja, nou even te, een stapje terug, want het is ook als je hem niet op de ERG-modus zit. Is het pacinggedrag anders binnen dan buiten? Oh. Wat voor verschillen zien ze? Uh... Uh, studie gedaan. En dan zeg je ja, uh, logisch, want buiten heb je stoplichten en bla bla. bla. Nou ja, nee, nee, ik neem aan dat we daar. Nee, voor hiervoor is gecorrigeerd. Ja. Ze hebben een 20-minuten fietsrit gedaan. Volgens mij een Engelse studie. Een uh, buiten hebben ze een parcours van anderhalf kilometer. Geen verkeer, autovrij En met best wel ruime bochten. Mm -hmm. Dus eigenlijk kan je in één stuk doortrappen. En mensen ja. waren bekend met parcours. Nou, binnen hebben ze, uh, nou ja, gewoon, gewoon uh, niet hetzelfde parcours laten zien in ieder geval. Maar gewoon gefietst ook, uh, die 20 minuten uh, fietstest. Ja. En wat ze zagen is het gemiddelde vermogen wat getrapt werd, was precies hetzelfde. Mm -hmm. Alleen buiten zaten toch veel meer variaties. En zij ja, verklaren dat dan. Hij heeft dan toch te maken van, ook al werd er, die bochten waren best wel ruim hielden mensen toch een beetje in. Mensen waren van natuur een beetje aan het rondkijken. Toch bang van, ook al wisten ze, er komen echt geen auto's aan. Je bent toch aan geen... het opletten. Ja, je bent toch, je ziet iets uh, om je heen. Ik weet niet precies welke, hoe de omgeving eruit zag. Ja. Nou ja, en dat neem je dan automatisch mee als je buiten gaat fietsen. Ook als er geen verkeer is of, of zo. Dus nou ja, je, je ziet van alles. En dat uh, koppel je terug waarschijnlijk aan, uh, ja, aan je benen die je af en toe stilhoudt. in Deze studie, en af en toe die, mensen weer optrekt. die binnen aan het fietsen waren, ja. die mochten daar zelf ook het pace bepalen. Ja, het was dit niet dezelfde groep mensen zegt, dat de dat ja. pace werd opgelegd. Nee, het is dezelfde ja. groep mensen. Oh ja. Hebben ze binnen en dan mooi uh, natuurlijk de ene keer uh, buiten binnen. En, ja, ja, uh, ja. Ja, ja, helder. Nou, en, uh, en daarmee aangevende dus dat van nature buiten. Ja, je, ja, Geeft gewoon alle prikkels, visuele prikkels, uh, auditieve, dus het gehoor wat je hoort. Er gebeurt van alles. En dat neem je uiteindelijk mee in jouw pacing-gedrag. Ja, en dat hebben we volgens mij hier eerder in de podcast gehoord. Pe vlak pacen is niet nee. metronoom vlak. Daar zitten micro-variaties ja. voortdurend precies. in. En dat schijnt ja. ook goed ja. te zijn, toch? Ja. ja, en dan kom je precies. Micro-variaties zijn goed. Of die worden soms als nuttig gezien. Soms is het fijn om even. Niet die 14,0 km per uur, maar 13,9 of 13,8. Ja, omdat jouw lichaam nou even dat aangeeft: van vind ik heerlijk om daarna weer iets harder te gaan. Ja, nou en dan kom je op die uh, ERG-modus. Nou, ik heb die, die, die vraag van uh, Koen heb ik, uh, doorgespeeld naar Stijn. Stijn Menting, ja, onze pacing expert. En die, die wist natuurlijk, want die kent de studies ook. Uh, nou, wat hij heeft geantwoord is, uh, heeft dat dan invloed op het pacinggedrag? Het feit dat je nou een constant vermogen bijvoorbeeld trapt? Mm -hmm. Wat we uit de literatuur zien, is dat sporten op een vastgezet tempo zwaarder lijkt te zijn dan wanneer sporters het tempo zelf mogen bepalen. Ah. En uh, nou, een leuk studie gedaan, waarin roeiers 5000 meter moesten afleggen op hun gevoel. Of op een vergelijkbaar vastgezet tempo. En na het roeien op een vastgezet tempo waren de kerntemperatuur en het lactaatniveau hoger dan tijdens het roeien op gevoel. Nou, ja, dan zie je dat dan weer ineens terug. Dat ja, kostte meer, uh, meer moeite, meer inspanning. Hogere kerntemperatuur. Dit wijst erop dat het fysiologisch zwaarder is om te sporten op een vastgezet tempo. Nou ja, en dit is wat jij net noemt. Dit komt waarschijnlijk omdat sporters het fijn vinden om kleine aanpassingen in tempo te maken tijdens hun inspanning, micro pacing. We zijn immers geen robots. Nou, ja. dus eigenlijk is dat het, het, het antwoord. Ja, heb jij daar? Ja, je hebt de erg modus ook al. De erg modus heb ik ervaren. Ja. Uh, grappig. Het is, uh, hij, hij is, hij reageert wat vertraagd. Mm -hmm. Dus uh, wat er inderdaad op een gegeven moment, wat mij een paar keer overkomen is, is dat ik in het begin nog niet zo goed doorhad dat hij zo werkte in ja. zijn blokje training, dus dan zag ik iets en dan ging ik erachteraan... en dan ging ik dus harde trappen, maar dan zet hij me uiteindelijk steeds lichter. Dus dan vond ik mezelf terug oh ja. dat ik op een cadans van 95-100, weet ik veel, de hele tijd een trappen was. En dan dacht ik, oh ja, um, als je dan dus je cadans omlaag brengt na een aantal secondes voel je dan dat hij ja, meer weerstand waar, gaat ja, geven. Ja, dus dat ja. is ook weer ja. even je aanpassen ja. aan de machine. Ja. Hoe werkt dat precies? Ja, dus hij is wel smart, maar er zit altijd een kleine. Verdaring. Het duurt natuurlijk even voordat hij doorheeft ja. wat er gebeurt, ja. dan berekent en dan aanpast. Volgens ja. mij wordt dan ook gesuggereerd: als je in die modus traint, dat je liefst toch die cadans. Niet te veel laat zakken of, of uh, niet te ja. veel op laat lopen. Ja, nee, nee. En dan, op, en dan, dan lopen. komt die, ja. rare uitdrukking, maar dan komt het vermogen naar je toe. Ja, ja. Dus uh, wij moesten op een gegeven moment ook ja. een keer in een, in een groepstraining met de UATT, moesten we op lage cadans een bepaald wattage pakken. Ja. En daar, daar ontdekte ik dat ook. Kun je dat heel goed voelen, dat is dan in eerste instantie zet je dan je kadans op 60. Dan valt natuurlijk het vermogen weg, want je, je, je bent veel minder aan het trappen. En dan heeft hij het door en dan ja. voel je ja. dan hem erop komen. Je. Zo. Ja. Dan, oh, hier, ja. alsjeblieft. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, op zich best slim, toch? Ja. Zo'n slimme ja. trainer. Ja. Ja. En uh, ja, vind ik dat zwaarder dan zelf rondrijden? Moi. Ik moet zeggen, ik vind zelf pacen ook altijd best wel zwaar. In de zin, dan ben je aan het inspannen en dan word je moe. En dan kijk ja, ja. je en denk je, oh kak, er moet nog wat bij. Ja. Dus dan heb ik in feite, als je achteraf in mijn data kijkt, gemicropaced, Want ik ben even gedipt. Maar ja, dan moet ik dus me, mezelf mentaal weer aanduwen. Ja. Om weer naar het beoogde vermogen te ja, gaan Ja, maar dan kijk je ook echt naar het vermogen dat je wil trappen natuurlijk. Nou, of, dat is de opdracht. Ja, ja dat is de want, opdracht. de ja. uh, opdracht is rijden uh, ja. 3 minuten 300 watt. Ja, maar in deze studies gaat het natuurlijk om 20 kilometer of zo... Tijdrit zo hard mogelijk noemen, ja. ja en dan uh, ja, dat is anders. Ja, ja. oké. Okay. Um, zullen wij eens even met de grote ja. vroemen verder praten over uh, zoveel mogelijk praktische tips en in ins en outs over? Uh, ja. Want ik wil eigenlijk ook wel weten, hoe is het met je rug? Uh, want dat is natuurlijk <laughs> altijd ook iets wat genoemd wordt. Hè? Je bent dat statisch. je van binnen fietsen last krijgt van je rug. Ja, je zit statisch. Je kan natuurlijk je, je fiets uh, niet uh, van links naar rechts. Of jouw ding Dat is dan misschien wel? wel het voordeel van ja. mijn goedkope trainer. Nee, ik heb niet zo. Dat heb je nu ja. ook, geloof ik. Hè? Dat ja. de fiets echt uh, kan zwabberen. Precies. Dat niet. Maar weet je nog dat die verkoper zei, ja. deze is iets minder stabiel. Ah dus ja, nou, ja, heb ja, ja, je ja, toch dat wel is wat. Is uh, maar goed, okay. toch wat microbeweging. Ja. 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 Hé, hey, we gaan uh, zoomen met Vroemen. maar niet voordat we even nog een paar nieuwe vrienden en vriendinnen van de show in het zonnetje zetten. Als je nu voor het eerst op deze podcast geklikt hebt. Omdat je ook meer wil weten over Zwiften of binnentrainen. Je kan onze podcast steunen door middel van het schenken van kopjes koffie. Op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Kan je ofwel één kopje koffie per maand van 3 euro geven. Of nog beter, geef in één keer voor het hele jaar koffie. Dan krijg jij een maand gratis en betalen wij maar één keer transactiekosten. Marijn Verkerk deed dat, werd vriendin. of, oh, de kant twee kanten op. Ik denk, EI, denk vriendin van de show. Tim Klein deed het ook, Bastiaan deed het. En, leuk verhaal, Geert Meermans deed het. Geert Meermans komt uit Antwerpen. En dat weet ik omdat vrienden van de show krijgen 25% korting in onze webshop. voor sportshirts, buffs, boeken, mokken. En eh, begin december, of eind november was dat, kwam er een bestelling binnen voor twee shirts. Want Geert Meermans en mevrouw Meermans gingen meedoen aan de Marathon Valencia. En dat wilden ze graag doen in het sportshirt. Dus eh, dat was dat weekend dat ik naar ja. de Auvergne ging. Ik dacht opeens onderaan, oh kijk, moet die bestelling <laughs> nog de deur uit doen. Gauw kijken, Antwerpen. En ik denk, wacht even. Even googelen waar dat adres is. Blijken zij ook nog vlak bij de ring ja, te wonen? Heerlijk, ja. en ik denk: Nou, hier kom ik praktisch langs. Dus ik uh, heb het uh, pakketje niet op de bus gedaan, maar in de bus gegooid. En ik stond uh, s ochtends om negen uur uh, ding in Antwerpen aan te bellen. <laughs> Deed mevrouw Meermans open. Bleek later dat Geert het als een cadeautje had gekocht. Ah. Dus, uh, <laughs> Nou ja, ik, ik had niet het idee dat ze mij direct herkenden. Later had ik nog even contact met uh, Geert en die zei, nou, ik heb jullie podcast ontdekt via mijn vrouw. Ik zei, nou, ja. die heb ik dan gezien. Ja, zei hij. Uiteindelijk herkende ze je wel. Maar nou, het was niet een hele uitbundige uh, ontmoeting, maar toch als je bij ons in de webshop bestelt en ik ben in de buurt, kan het zomaar zijn dat ik hem persoonlijk kom langsbrengen. Ja, ik denk dat bestellingen uit Antwerpen komen nu wel binnen waarschijnlijk. Ja. Uh, uh, nou, uh... as we speak, het is natuurlijk vandaag <laughs> vrijdag 22 december. Vandaag rij ik weer langs Antwerpen, nou. want wij gaan de kerstvakantie weer ja. in Novenië doorbrengen. Ja. Maar uh, nou ja, als je nu nog gaat bestellen, ben ik te laat. Straks is trouwens wel een goeie. Als je vandaag bestelt, ik ben dus twee weken op vakantie. Hè? Dus alle bestellingen van nu en komende weken worden in januari pas bezorgd. Tot zover. Laten we naar Guido Vroemen gaan. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Gio. Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen. Het is uh, begin van de kerstvakantie. Tijd om naar binnen te gaan. Lekker fietsen naast de boom, of niet? Ja, zeker binnen fietsen. Dat is een stuk lekkerder dan dat buiten ja toch ja we hebben ooit uh, afgelopen jaar bij jou in het sportlab uh, in de schuur uh, die hele opstelling uh, zien staan zeker is en dat... dat is helemaal vernieuwd ja ah, met verwarming <laughs> nu ja. Oh, nou dan moeten we eens een keer terugkomen. Ja, ik heb er een heel nieuw lab van gebouwd. Er zitten wandjes in, isolatie erin. Oftewel, uh, ja, dat is een van de dingen voor... Uh, ja, dat, dat okay. komt dan uh, volgend jaar. Oh, oh, nou klinkt goed, klinkt goed. Hey, we willen met jou eens even verder uh, concretiseren... wat de voor- en nadelen zijn van uh, binnentrainen versus buiten. Uh, ja. Maar dan vooral ook, uh, wat zijn eventueel praktische tips... of dingen waar we op moeten letten? Wat is jouw ervaring dat uh, mensen Binnen minder vermogens, uh, minder hoge vermogens trappen dan buiten, dat daar nog een verschil zit? Of... Ja, daar klaagt iedereen over. Oh ja? Nee? Ja, 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 daar klaagt iedereen over. Van, oh, dat ik vind het veel moeilijker om als ik binnen 300 watt moet trappen, dat, mm -hmm. buiten trap ik dat zo. Maar binnen is het zoveel moeizamer. En ja. Wat zeg jij uh, dan? Ja, ik. Euh, toch proberen. <laughs> ja, ja, precies. En, toch en, gewoon proberen. Weet je, het is echt geen 20% verschil of zo. Zo erg is het zeker niet. Nee. Het is wel vaak wel wat moeizamer. He, je, buiten heb je toch wat. Ja, binnen is het vaak. De weerstand zit hem vaak alleen achter op die. Nou ja, heel ouderwets op een band. Maar nu ondertussen zeg maar gewoon op de cassette. Mm -hmm. Ja. ja. En die remtje. Nou ja. Dat, dat is op zich prima. Maar als je buiten fietst. Ja, dan word je geremd door rolweerstand, luchtweerstand en je, je aandrijving is via die cassette. Dus je hebt overal weerstand dan die je moet overwinnen, doordat je heel hard trapt. Dus dat is, ja, Het is niet helemaal precies hetzelfde als binnenfietsen en dat merk je dan. Het is toch een iets andere manier van kracht overbrengen. Oké, okay. ja, omdat want... het allemaal via de pedalen moet. Ja. Maar jij kan helemaal inzoomen volgens mij op de, de pedaalslag en dan de torque Niet bij iedereen, hè? Niet bij iedereen, nee. Maar heb, je daar, je, wel, een, heb je daar wel eens moet, naar gekeken? Ja, ja, dan moet je wel een beetje luxere powermeters hebben ja. natuurlijk. Die dat allemaal uh, um, geven, uh, die waarden. Um, je ziet wel wat dat als je binnen gaat fietsen, dat, me, dat veel mensen al wat geneigd zijn bij zwaardere uh, intervallen. Een lage cadans te gaan rijden. Hmm. En dan, dan moet je gewoon gaan harken vaak. En dan heb je dus gewoon hogere torque, hogere ja. momenten. Um, en dat, dat is dan meer, ja, weet je, dat is in de duwfase van, van de pedaalslag. Daar heb je dan met name de, de power. Of sommigen krijgen het niet voor elkaar zitten, dan moeten ze gaan staan. Ja, je ziet daar wel wat, wat, wat verschil, maar niet zozeer dat dat heel veel invloed heeft op het effect van de training. Nou oh ja, dat is wel grappig, want we hadden het over... maar dat jij hebt het specifiek over uh, zwaardere intervallen. Uh, terwijl aan de andere kant ff, zagen wij ook in de studie uit Maastricht... en jij, Gerrit, ja, zei... Ja, zeg ik ook dat ik, hogere dat ik een hogere kadans ja. trap dan buiten. Maar goed, ik ben natuurlijk ja. en een hele late late adopter. Ik zit er pas net op. Ja, dat verschilt altijd wel... Per persoon. Hè, de ene heeft wat een gevoel, gevoelsmatig... wil die liever wat um, hogere kadans gaan rijden. Um, het is een andere manier van vermogen leveren. Hè. Met een hogere kadans heb je gewoon minder kracht nodig. Maar je moet wel sneller ronddraaien. Ja, ja. Per saldo... Um, levert dat meer belasting op voor je hart-longsysteem. De, de hogere kadans? Ja. 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 En wat is het effect daarvan op de training? Wordt de training daar beter van, uh, trainer? Dat is natuurlijk of je dat wilt. Als je dat wilt bereiken, als je daarmee, als je zeg maar je hart longsysteem ook wat meer wilt belasten, dan wordt het daardoor beter natuurlijk. Ja. Um, als je puur gefocust bent van, ja, maar ik wil gewoon ervoor zorgen dat ik gewoon 10 keer 400 watt een minuut kan rijden. Um, ja, dan kun je wel eens in je training wisselen als je dat moet doen, dat je dat één keer op 60 omwentelingen doet en de andere keer op 100 omwentelingen. Dat is, tota dat is echt een heel hmm. andere manier van uh, interval rijden. Het is beide 400 watt. Ja. Maar je levert het op een andere manier. En dan kun je ook zien of dat veel verschil oplevert door nou ja, eigenlijk je, um, je hartslag te volgen, wat die daarbij doet. Hè? Ja. En ben je dan voorstander om de, de, de ERG-modus aan te zetten bij zulke trainingen waarbij je zegt, nou, 400 watt Vastzetten of ongeacht je cadans. Ja. ja. Of de. Ja, de, e... ja, de ERG-modus, die ERG-mode, uh -huh. die gaat als je cadans lager wordt, gaat hij je meer remmen. Ja, precies. Ja, ja maar die zorgt voor dus wordt... altijd dat die 400 watt altijd ja. getrapt moet worden. Klopt. Alleen, als je echt laag komt, en dan zit je dus echt wel onder de 60, ja, dan gaat hij op een gegeven moment zoveel remmen, dan sta je gewoon in één keer stil, hè? Ja, ja. En dat is dan wel weer, ja, dat is het vervelende. Dat kunnen die machines wat moeizamer aan. Dan krijg je zoveel remkracht dat hij echt bam vastlaat. Ja, ja, dat ja. wil je niet. Die dus vier... dan is het wel weer lastiger, hè? Ja. Praktisch. Dus hem... Wat moet je dan eigenlijk doen om de boel weer op gang te gaan? Ik heb het één keer gehad, <laughs> maar dat niet door de regen, maar door dat ik er een 14% helling op kwam en uh, geen, niet meer lichten kon schakelen. Ja, waarschijnlijk moet je dan... Uh, um, als je Virtueel als je, zeg maar, omdraaien de... en de afdaling ingaan. Ja. Dat, dat is sowieso mooi. Als je dat kunt doen, fietsen omdraaien en dan weer andere kant op gaan. Ja. <laughs> um, maar uh, je kunt ook vaak een stap verder scrollen in, in, in de ah, workout. Ah, ja. Oh, ja. En dan skip je die en dan ga je gewoon verder met uh, nou, 100 watt bijvoorbeeld. Oh ja, slim. Nou ja, dat zijn even de kleine praktische tips. Hè. Jij doet het natuurlijk al... Ho, 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 Hoe lang zit jij al in dit soort uh, binnentrainapparaten, Guido? Jij was waarschijnlijk een enorme early adapter. Ja, heel lang al. Ik ja. heb, uh, we hebben begonnen een beetje met uh, de, de rollen. Ja. Um, van de taxen. En nou ja, nog vroeger daarvoor had ik ook al gewoon losse rollen. Ja. Mm. Ja. ja, dat, uh, dat denk ik in het. Wat ik al eens gezegd heb, in het studentenhuis. Ja, in de douche toch? In, in Utrecht, ja. in, de, in, de, in de douche. Tegenover het studentenhuis waar Jurgen nee. zat. Ja. Ik dacht, maar wat de is die vroem aan het doen? Dan keek ik naar buiten en Fietsen hè, in de helemaal. douche. Zit hij dan nou weer te douchen? Komt het nou? ja. daar uit die douchekabine? Ja, dat was ik. <laughs> ja. Ja. Even over douchekabine en stomen, dan maar even een aansluiting de maken. Hitte. op waar we het eerder ja. in de aflevering over hadden. Jurgen heeft een aantal studies gedeeld. waarin dus lijkt: hè, geen rijwind, temperaturen hoog. en misschien is het wel juist die temperatuurverhoging. waardoor je wat minder watts kan leveren binnen. Waarop ik eindigde in de aflevering, en voordat we hier gingen zoomen. Ik zei: ja, hoe erg is dat eigenlijk? Want die hitteprikkel is toch ook. Fantastische training of niet? Ja. ja. Ja, weet je, dat is ook natuurlijk. Hè, de, de, als je warmte, acclimatie wil doen, hè, dus als je het gewoon thuis doet in een eigen omgeving en je gaat uh, uh, proberen je ter, kerntemperatuur op te laten lopen, ja, dan is een indoor training natuurlijk ideaal daarvoor. Ja. Moet je het wel vaker doen, natuurlijk, maar ja, weet je, dat, daar zijn ook ondertussen wel onderzoeken naar, doordat gewoon. Een verbetering, als je dat als je, stel dat je dat de hele winter zou doen, elke dag binnen, mm -hmm. ja, waarschijnlijk ben je dan, is je lichaams, uh, lichaam wel aangepast aan presteren onder warme omstandigheden, omdat je kerntemperatuur dan vaak hoog oploopt. Ja. Dat moet je volgen natuurlijk een beetje, hoe, hoe hoog is die? Ja. ja, maar vaak is dat een stuk hoger dan buiten nu. Maar de, de, de wetenschappelijke papers, die dus eventueel rapporteren als soort van fijn let op, op je indoor-trainer kun je minder uh, ja. goed je hoge vermogens trappen. Ja. Dan moeten we daar vervolgens als trainer in de praktijk een oordeel aan hangen: is dit goed of slecht? Is dit erg of niet erg? Uh, ja, ja dat, weet je, als je als dus de kerntemperatuur te hoog oploopt. Dan, dan zul je zien dat je dus geremd wordt ja. in je output. Ja. 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 Maar wat, wat nee. is nou het belangrijkste? Ik bedoel, ja. het idee ja. is toch dat je aan het trainen bent? Of is het ook heel belangrijk dat je die hoge waarden haalt? Nou ja, je hebt een bepaald doel voor ogen met als je een training gaat uitvoeren. Dus als ik een trainingsplan maak, hmm. dan wil je in een bepaald intensiteitsgebied de prikkel geven. Ja. En als je dat dan. Um, Bijvoorbeeld, de eerste, het, eerste, nou ja, het eerste uur wel haalt, en het laatste half uur, doordat je temperatuur te hoog is, niet meer haalt. Ja, dan heb je daarbij eigenlijk wat anders aan het trainen, want dan ben je meer je warmteaanpassing aan het trainen. En niet meer zozeer die trainingsprikkel in dat intensiteitsgebied. Ja, oké, okay, maar nu ga ik. Het lijkt bijna zeuren, nee. maar ik bedoel, die intensiteit wordt in dat tweede uur dan toch juist ook gegenereerd door die warmte. Uiteindelijk is dat nee, lijf andere, toch net dan, zo intensief. Ja, Metabole energie, het ja. is niet mechanische energie. Je, je, kunt dus, je kunt dus met je spieren niet meer de mechanische energie vrijmaken. die eigenlijk nodig is als je, nou ja, als je temperatuur lager is. Dan kun je ja, meer. Precies. En je zegt: het doel van die training zou in dat geval kunnen zijn. Ik wil die spieren trainen. Ja. En dat lukt me dan niet. Ja. En daarom zou het een quote-unquote probleem kunnen zijn. En leren we ja. zorg voor een beetje wind. Want al een beetje wind zorgt dat dat ja. beter gaat. Maar hart longen, wat je zegt, met de bol trainen is eigenlijk gewoon prima. Dan, uh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat, dat is natuurlijk. Kijk, maar je kunt niet altijd alles ja. trainen tegelijk. Nee. maar, maar brengt, dat, ja, eigenlijk is, is denk ik de vraag: van nou, je gaf al aan een aantal voordelen sowieso. Dat je een aantal intervallen anders kunt laten doen. Je kan natuurlijk uh, gradiënten aanbieden. Maar je kan, denk ik, als coach die jij bent, niet klakkeloos een, uh, een training voor buiten uh, vertalen of zeggen: ja. Nou, doe dat nu binnen. Nou, die stelling, laten we, laten we nog prikkelender maken. Guido, je ja. moet kiezen. Dilemma. Het ja. is mooi weer, het is in principe veilig. Ik heb twee uur om te trainen. Heb je me liever buiten of liever binnen? Ja, buiten. Maar Waarom? Het is mooi weer, hè? Ja. <laughs> Ja, dat is gewoon... Uh, 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 buiten is al leuker. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, maar okay. Gert, ja, ja, ja. Gert zit anders ja, ja. in elkaar. Die nee, nee, nee ja, maar Ik vraag het nu even specifiek vanuit de, okay. de, de, ja, de nou, kwaliteit wacht. van de training. Ja. Of uh, even trainingstechnisch. Nee, goed. Als je nou midden in Amsterdam woont... Ja. Dan, dan ben je al heel veel tijd kwijt... en dan kun je vaak niet je trainingen normaal goed afwerken. Als daar intervallen staan van 90 seconden... Hmm. 3 minuut 20, noem het maar op. Of dat soort dingen. Daar... Als je het buiten een omgeving hebt waar je dat gewoon prima kunt uitvoeren zonder dat je gestoord wordt, dan, kun je dat. dan zou ik altijd kiezen voor buiten. Ja. Heb je dat denk, ja, god, ik, heb hier echt totaal, ik, ik ben hier ook vreemd. Ik zit ergens waar ik de weg niet weet. Um, ik weet niet waar ik dat moet uitvoeren. Ja, als je dat soort twijfels hebt. Doe het dan binnen, want dan weet je zeker, dan kan ik het gewoon prima uitvoeren. Ja, exact. Maar dat, is mijn, dat was mijn ervaring meteen toen ik eindelijk na drie jaar op dit ding stapte. <laughs> dat ik dacht: holy shit, dit is veel meer trainen. Ja, dat uh, klopt. Veel meer gericht met zones, blokjes, tijd. Ja. Maar, ik realiseer me ook en dan breng ik hem als een dilemma: ik heb geen rijwind. Ik heb geen snelheidsbeleving. Ik hoef mijn evenwicht nee. niet te houden. Ik hoef niet te sturen. Nee. Dus in hoeverre train ik eigenlijk nog fietsen? Weet je, dan ik niet? verlies ook wat. Nee, dat klopt. Weet je, je <laughs> leert dan niet door sturen. Als je alleen maar binnen fietst. Dat zijn niet de, uh, de mensen die dan ook heel erg goede fietsbeheersing hebben. Hè? Wat ook belangrijk is voor sommige parcoursen. Als je nou Almere gaat rijden. Oké, okay, <laughs> dan heb je nou niet heel veel stuurkunst nodig. Nee. Um, maar je ziet soms wel eens mensen... Um, ja, die kunnen best hard fietsen als je ze dan bijvoorbeeld weet wat ze op Zwift dan zo kunnen trappen maar um, stuurkunsten en, en door de bocht rijden en dat soort zaken dat is dan denk ik, oh, dat is toch wel even andere koek ja dus, want, want dat begon je net ook al Guido, hoor. het is maar wat is je doel van je training en dan zeg je dus net al bijvoorbeeld bij die hitte, als je echt mechanisch lees, ik denk dan maar in gewone mensentaal spierkracht hmm. wil trainen dan moet je die hoge waardes raken... want dan wil je die spierschade opwekken... weet ik veel, wil je die spieren accureren. Uh, als je je metabolen... je uithoudingsvermogen, je anaeroop... maakt het allemaal niet zoveel uit. Warm, is het is gewoon dat hart aan de gang krijgen. En als je dan echt wil leren fietsen... dan moet je natuurlijk spieren hebben... dan moet je uithoudingsvermogen hebben... maar dan moet je natuurlijk gewoon... kilometers op ja. de weg maken. Ja, weet je, fietstechniek leer je niet echt... op een, um, op een indoor trainer. Het wordt wel nee. steeds meer... Uh, waar het is getrouw gemaakt met van die planken die een beetje meebewegen en zo. En die rollers. Dat is, hey, als je op losse rollen zit, dan moet je echt wel een beetje gevoel hebben. Evenwichtsgevoel. Stu stuurkunsten niet zozeer. Maar je moet daar wel fietsgevoel voor hebben. Want anders vlieg je daar zo vanaf. Dus dat is. Hoe is dat, Dat je in je garage of in je schuur. Dat is, ja. is jou overkomen zo te horen, Guido. Of uh, in de begintijd? Nou ja, dat is best wel eens zo. Dat ik dacht: nog niet, dat scheelde heel weinig. En dan hang je zo te haast, scheef tegen die muur aan. Ja. Dat nou, ja, ja, je nog een tip ik... zorg dat je met een handje altijd even kan afduwen. Ja. ja, ja, ja. En ik denk dat we dat wel eens een keer volgend jaar kunnen proberen met een van jullie. Ik zet zo'n rol neer en dan mogen jullie proberen of dat kan. Ja, ja, ja. Of jullie dat kunnen. Grap, ja. Ja, dus ja, techniek is echt iets wat je gewoon buiten moet leren. Ja. Um, andere dingen die korte. Um, explosieve sprints is ook echt iets wat je buiten moet doen. Oh ja? ja dat is ook het is grappig, want ik zit dat in Zwift ja. de hele tijd te doen. Kom ik ja, weer een van de groene denk, streep tegen en hop, uh, een halve kilometer vlammen? Ja, dat, dat, ja, maar als je echt voluit sprint en dan ga je uit het zadel en je trekt uh, uh, he, keihard een sprint aan. Ja, dat is indoor toch een stuk lastiger, want die fiets gaat toch niet helemaal. Ah, ja, <laughs> ja. Precies. Uh, die vliegt alle kanten op als, als je dat echt voluit doet. Ja. En dan kun je ook minder presteren omdat je, ja, je kunt die kracht dan niet goed kwijt. Nee. Ja, En uh, ook niet op zo'n uh, hoe noemen ze dat? Is dat een rocker? Of uh, zo'n halve skippingbal ja. uh, die ze tegenwoordig hebben? Van die, uh, waar je nou, het, wel ja, de wat nee, kan bewegen? Ja. Ja. Dat geeft gewoon wat minder statische belasting, hè? want heel veel mensen ja. hebben ook van vroeger dan die, die al die gewoon die staan gewoon vast met je fiets erop. En dan verder doe je niet zoveel. Want dat mensen last kregen van hun billen, van hun rug, van ja. hun schouders. Ja, dat is omdat je dan binnen je fietst wel, maar ja, heel statisch. Hè. Je, je, je beweegt niet echt, je stuurt niet zo. Dus je doet weinig met je, met je rest van je lichaam. Je benen draaien wel, maar dat is toch een beperking. En dan probeer je met die, die, die rockerplaten wat meer. Nou, bewegingen wat dynamischer te maken, zodat je ook met je bovenlichaam wat gaat mee bewegen en, en aansturen. Hmm. Maar het haalt het nog lang niet bij het bij echi, het zo te horen. Nee, 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 dat zal het ook nooit, dat zal het ook nooit zijn. Ja, je hebt, um, ik heb ook wel op zo'n uh, zo zo lopende band, ja. ergometer, nou, ja. heeft, uh, mm -hmm. heeft uh, zo'n ding gehad. Met een fiets? En dan, ja, ja die dus is iets langer. Ja. Ja, dat is een, ja, dat is ook weer heel spannend in het begin. Dat je en denkt... Ik, je, je, heb ik je grote garage nodig, denk ik. Uh, ja, ja dat, dat ook. Want hij gaat ook nog eens 10, 20 procent omhoog of zo. Ah, ja. Dus je kunt behoorlijk klimmen. Dat is echt een klimtrainer. Ja. Want voor het plakken heb je dan natuurlijk geen kloot aan. Want ja, dan zet je dat ding op 30 en dan denk je... Ja, ik doe nog niet zo heel veel. Maar ja, ja als je hem op 10 procent klimmen zet... Volgens mij had Geesink ook zo'n ding in zijn, ah, ja. Ja. in zijn huis staan. En dan kon hij gewoon... He, eigenlijk gewoon uh, zo, uh, als je uh, een uur lang op 10% wilde klimmen. Nou, dan kon je dat prima daarop doen. Gewoon al fietsend, hè, want je kunt sturen en alles. Ja. Dus dat is, dat is wel een voordeel. Kijk, bij de binnentraining denk ik dat je... Um, zeker als je wat, wat nauwkeuriger bepaalde zones wilt verbeteren... En dan heb je het over de, ja, de, de ronddrempel de en zo. Dan kun je gewoon 10 minuten, 15 minuten blokken. Steady, state blijven rijden, hè. Zonder ja. dat je daar gestoord wordt. Zonder ja. kruising, zonder verkeer, zonder uh, dingen die ja. je uit je ritme halen. Ja. En soms laat ik ook mensen nog eens uh, um, controleren of die intensiteit aan klopt. Door een, zeg maar, omdat ze toch binnen zitten. Dan kunnen ze ook lactaat prikken. Oh, ja. 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 Ja, dan kun je dat ook nog meten. Ja. Dit is dan heel veel makkelijker. Dus je kunt als je, ja, dat is eigenlijk gewoon een situatie. Mm -hmm. Een heel gecontroleerde omgeving. Fietsvermogen wordt gedoseerd. Je trapt, je hartslag wordt gemeten. Je, je vermogen wordt gemeten. Je kunt je lactaat meten. En dan heb je eigenlijk een heel mooi gecontroleerde training. Ja, en dat bij alle atleten thuis. Dus iedereen heeft eigen sportlamp in de schuur. Volgende ja. prikkelende stelling, Guido. Toen ik hierover na liep te denken, uh, onlangs hoorde ik uh, een mooi podcast in het wiel met uh, Tom Dumoulin over, uh, over voeding. Mm -hmm. En dan hadden ze, bleven ze maar zeggen, en dat hoor je natuurlijk vaker in de media, dat voeding de grote revolutie in het wielenpeloton oh ja. is van de afgelopen ja. jaren. De changer. De gamechanger. Uh, game uh, ja, ja. 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 Opeens dacht ik, wacht even. De afgelopen drie, vier, vijf jaar, nou, misschien iets langer bij de profs, maar toch... Uh, dit hele indoor en virtuele trainen is ook wel significant beter en realistischer geworden. Dus opeens kunnen we jaar rond heel serieus op de fiets zitten. Wat denk jij? Is de game changer misschien wel de indoor trainer? Misschien wel alles bij elkaar. Hè? Dat denk ik sowieso alles bij elkaar, want het is nooit één ding. Mm -hmm. Maar weet je, alles helpt een beetje je prestatievermogen op een hoger niveau te krijgen. Ja, en, en dat is niet één ding maar. En, en ook dat indoor trainen, dat helpt toch bij dat je ja, niet ver weg zakt. Als je dat in de winter goed op, uh, op goed kwalitatief niveau kunt bijhouden. Dan, ja, vroeger gingen ze dan alleen maar rustige duurtjes doen. Hè? Weet je, dus uh, drie uur of vier uur rustig fietsen. Ja. Ja, dat, dat, dan hou je ook wel iets bij. Alleen ja, kwalitatief is het natuurlijk niet zo heel goed. Nee. Hè, dat, het is gewoon heel suf. En het is maar één systeempje wat je dan bijhoudt en that's it. Ja, dat was toen de trainingsfilosofie, toch? Je moet eerst drie maanden een hele grote flinke ja. mm -hmm. of een aerobe basis leggen. Ja, ja, gewoon heel rustig en heel lang fietsen. Ja, maar je zegt nu, daar komen we dus op terug. Nou ja, ik vind het, ik vind het een, een filosofie die kan best wel voor mensen werken, maar um, ik geloof er niet zo in. Nee. nee, volgens mij bij die prof sowieso niet, want die hebben nog maar een maandje vrij of zo en dan. Ja, dus staan Ja, noem maar op. Plus, ja, nou, dan heb je maar lange duurritten en dan zonder suiker, hè, of zonder ontbijt of, Ja, dat, dat, dat vertelde die in die ja, podcast. Precies. Ja, nou, dat dus, is sowieso niet zo slim. Dus maar. er zijn inderdaad wat, wat dingen die, die dwars door ja. elkaar heen uh, lopen. Ja, Ik, uh, klopt. Ja, we hebben het over fietsen. Loopband, die? Die heb je ook nog staan natuurlijk bij jou, hè? Ja. Ga je daar ja. zelf nog op met jouw knieën? Hetzelfde of, dilemma. Als ik, ja. uh, als ik buiten ja, ja. een uur buiten lopen of een uur binnen lopen, wat zou je kiezen? Nou, ook hier gaat weer hetzelfde. Als je zeg maar, gewoon een, een duurtraining moet doen, zonder dat je speciale uh, intervallen moet doen, dan zeg ik bijna altijd buiten. Tenzij ja. het gevaarlijk is. En dan bedoel je gladheid vooral, hè? Ja. gladheid, uh, weet ik veel. Onweer, bliksem, ja. uh, noem ja, het ja. allemaal op. Een wolf in de buurt. <laughs> Uh, uh, ja, ja. Maar dat is dan wel weer uitdagend. Dat, ja, dat dan kun je wel voor mooi. Interval ja, weer mooi. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat vind ik wel wel weer mooi. <laughs> um, dus een, loop, een loopband en dan een beetje een duurloop doen, hoef je voor mij, um, dan kun je net zo goed buiten. Als je een mooie omgeving hebt, ga je dat doen. Ja, soms is het ook wel knetterdonker en dan kun je, is het niet veilig. Nou, dan kun je het allemaal prima binnen doen. Ja. Maar een loopband is wel uitermate geschikt om gewoon tempo op te leggen. En, en tempo's te lopen die je, die je zou willen lopen of in je training moet uitvoeren. Ja, ja dus ook ideaal. Want dat de de tempo klokjes gaat omhoog in feite. Ja, ja want sommigen hebben ook wel last van, oh ja, dan moet ik dus vier minuten lang tempo, dus uh, drie minuten dertig uh, de kilometer lopen. Uh, en die, die zijn niet zo tempo vast. Zelfs nu niet op een atletiekbaan. <laughs> En, ja, maar een loopband die zet je gewoon dan uh, op 17 per uur en ja, ja. dan moet door blijven lopen. Ja, succes. En dan uh, wel uh, 1% gradient? De helling? Ja. Okay. ja, het makkelijkste is 1%. Eigenlijk is het hoe harder je loopt. En dan moet hij eigenlijk al op een gegeven moment naar 2%, hè, want harder lopen geeft ook meer tegenwind. Maar nou ja, als je maar op 1% zit, heb je al in ieder geval iets moeilijker. Ja. Okay. Maar ik vind het belangrijkst, kijk, als je op de loopband op 1% 3 minuut 30 bijvoorbeeld tempo zet, dan zul je met dat vermogen wat je, of intensiteit die je daar loopt, waarschijnlijk buiten meer moeite hebben. Want ja, dan, dan ga je er een beetje vanuit dat het wind stil is hè, op de loopband. Ja, ja. En, en je hebt altijd, buiten is het toch altijd wel wat meer wind uh, tegen dan, uh, dan dat je eigenlijk binnen hebt. Dus dan is het, uiter-, nou, het uiteindelijke resultaat. Is buiten dan toch iets langzamer? Maar ik kan me voorstellen dat de meeste van jouw atleten. die zullen wel uh, een. Een, uh, een smart trainer hebben. Ja. Maar een loopband. nou, dat kan me niet. Of zijn er toch wel genoeg die er, daar ook. Ja, het in wel hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, dat ja, wel. ja zijn er toch. Nog wel en en wanneer gebruiken ze die dan, Guido? Is het inderdaad alleen in extreme weersomstandigheden? Of zie je ze. of, of specifiek uh, bij die blokjes training? Ja. Ja. wat is de afweging? Het is, waar, het is inderdaad al of het komt um, tijdstechnisch dan slecht uit. Hè? Dus dat je uh, pas laat kon lopen en dan doe je, heb je thuis een loopband staan en dan kun je s'avonds nog ook even die, die training doen. En het is dan vaak wel de intervaltrainingen die je dan gewoon heel strak kunt afwerken. Ja. En, ja. en tegenwoordig kun je ook heel makkelijk hè, de basic fit of noem het dan maar op. Mm -hmm. Ja, die zit ook overal. En uh, als je daar een uh, simpel abonnementje hebt, dan ga je gewoon alleen daar op de loopband en dan is het prima. Ja. Ja, en maar een, ik moet wel zeggen, nu met de basic fit gaat onderuit, maar waar ik aan moest denken, eh, nogmaals, eh, nou eindelijk zit ik ook op zo'n ding in de schuur. Wat ik fijn vond voor het thuisfront om te merken, is dat in ieder geval in de eerste weken de indruk lijkt te ontstaan dat ik niet weg ben. <laughs> dus dat ja. is wel gunstig, hè? want je bent, je bent al zoveel gewoon... uur aan het trainen, je bent al zoveel ja. weg. Ik zit in ieder geval in het zicht, ik ben aanspreekbaar. Ja. Moet zeggen, nu de weken wat vorderen... en ik wat langer af en toe in die... want ik blijf er iedere keer te lang op zitten... dan begint het nou nou, je ging toch een uurtje? Ja, ja precies. Oh, <laughs> ja, je, ja, ja. ja en het is... Ja. weet je wat betreft verzorging... Hè, dus voeding... Ja, kun je allemaal dus zo regeling, om je heen neerzetten. Dat, dat ja. kun je allemaal prima regelen. En het is allemaal veel makkelijker... dan buiten natuurlijk. Hè? Ja, dus ja. Dat, is, dat is ook een voordeel. Ja. En uh, ik zit nog. Oh ja. Uh, we hebben het eerder een paar afleveringen terug hadden we het over racen in de kop van de wedstrijd. En uh, trainen op racebeslissingen maken. Ik heb ook eindelijk eens. Hey. Minimaal ja. weliswaar. Een wedstrijd gereden een wedstrijdje gereden hè? en alle fouten gemaakt. Die ze van tevoren voorspellen. Namelijk, uh, net zoals toen we die loopwedstrijd, niet lang genoeg kunnen wachten. Te vroeg demareren. Voor de finish in elkaar klappen. Alles fout gedaan, wat ze ja. voorspellen dat je fout doet. Ja, nou, het voordeel daar is dat je gewoon alles kunt doen. Zo erg is het ook wel niet, want uh, um, ja, je sommigen komen dan net op het laatst langs. Um, er zijn geen valpartijen. Hè? Nee. De, uh, alles blijft lekker heel. Dus dat, dat, is, dat is ook wel prettig, hè? dat je gewoon keihard kunt rijden. Do Als je het dan in het echt gaat doen, <laughs> dan komt dan wel weer bij kijken, dat je denk, dan wel even oplet van, oh ja, wacht even. Dit heb ik nog nooit zo, goed, zo geleerd. Misschien moet ik even rustiger aandoen. Nee, ik En dan bedoel je specifiek in een pelotonnetje rijden of zo? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 In een pelotonnetje rijden is toch iets anders in het echt dan in Zwift. Ja, ja, ja. daar rij je gewoon overal doorheen. Hè. Dat ja. de, daar heb je nergens last van. <laughs> nee. nee, precies. Maar de, de race dynamiek... Vond ik ja. best wel lijken op wat ik er overal over gelezen heb. Namelijk uh, wachten, wachten, wachten en je gaat toch te vroeg. Nou, dat was ook zo. Dus voordat jij gaat inschrijven voor uh, het criterium uh, van... Uh, nou, ik de denk buurt. niet <laughs> dat ik dit jaar wielerkoersen uh, ga ja, doen. Maar uh, als ik in de teamcompetitie uitkom, dan zit daar ook uh, steenwedstrijd in. Ik zou nog even, uh, hele stomme vraag hè, maar die mag ik wel stellen. Uh, mm -hmm. Heb je ook een soort Zwift voor mountainbikers en een smart trainer voor mountainbikes? Um, ja, die passen erop hè. Dus mountainbikes mm -hmm. passen er ook op, dus uh, dan moet je even andere cassetten erop zetten. En daar past je mountainbike er ook op. Dus je hebt gewoon allemaal adaptersetjes. En Zwift um, heeft ook offroad ja. um, okay. uh, routes. Je kan ook een fitwheel mountainbike -je kiezen. Ja. Ah, okay. ja. Ja, ja. En je hebt ook nog andere apps, ja. Naast Zwift heb je er nog tal van andere. Ik heb, Ik heb ook uh, Rauwi of Ruvie. Mm -hmm. Um, dat zijn gewoon video-opnames. En daar zitten ook gewoon mountainbike-routes in. Hè? Dus als ik de Amerongs, <laughs> Amerongen wil rijden... dan heeft iemand gewoon een video-opname gemaakt... en die kun je dan gewoon na-fietsen. Zonder dat je je fiets hoeft te poetsen. Ja. ja, dat is wel lekker. Maar dat is lastig voor op Strava te zetten dan. Of uh, doe je copy-paste dan, dan parcours? En nou dan. ja, als je dat <coughs> wilt... daar dan zitten dus ook ondertussen... Routes bij waar Strava-segmenten zijn ah, ingemaakt. Okay. Ja. Dus die kun je ook gewoon rijden. Ja. En ik kan je dus vertellen, die, die routes, als je die rijdt en je, eh, ja, bijvoorbeeld, je rijdt eigenlijk, je wil een berg op rijden, zoals hè, de Alp Dues. Mm -hmm. En je, je, je klikt die route aan, je, je gaat daar gewoon zo hard als je kunt, wat je denkt, nou weet je, ik probeer dat binnen een uur te rijden. Nou, dat is redelijk eh, dicht bij de realiteit wat je dan echt kunt. Oh ja, ik ja, bedoel eigenlijk die, die resultaten van binnen ja, vertalen ja, zich behoorlijk ja. goed naar buiten. Ja, ja, echt. Um, als je die route rijdt en, en, en je rijdt tegen de nou, 3,5 wat per kilogram of zo omhoog, um, dan weet je, nou ja, dan, dan zou mijn, mijn tijd op de al een beetje zo 55 minuten ongeveer zijn. Ja. Um, even uit mijn hoofd. Um, en dat, dat, dat is. In het echt is dat ook ongeveer ja, zo. Tenzij ja. het ineens alleen maar tegenwind zou zijn. Dat is, maar bij normale omstandigheden klopt dat aardig. Tot op de, binnen een minuut. Ja. Ik moet zeggen, ik heb niet zo heel veel klimervaring. Maar ik heb nu een paar keer in Zwift tegen een of andere heuvel opgeklommen. Het voelt best wel realistisch ook. Nou, ja, dat klopt. Ik heb, ik heb zelf dan die, uh, die uh, de kikkertrainer. En daar zit dan ook nog een climb. Aan de voorkant. En dat je dus fiets dan... ook gaan gaat staan. Precies, dan gaat je fiets dus ook nog omhoog. Dus als ik dan een, een berg op ga fietsen, dan gaat die fiets ook nog eens omhoog staan op, in 10% uh, hellingshoek. En dan, dan, wordt het, ja, dan wordt het gevoel dat je een berg op aan het fietsen bent best wel steeds reëler. Ja. Moeten we het nog hebben over nadelen? We hebben het al gehad over, je leert natuurlijk niet echt sturen, je leert hebben niet je, echt, je fiets in balans, ja. sprinten, ja, top van je kunnen sprinten is Belasting, niet heel geschikt voor, voor je rug misschien. En dan, uh, zijn ja. er nog andere nadelen, gevaren, risico's waar we op moeten letten als we het hebben over indoor trainen? Ja, risico's op zich zijn er niet hele... Uh... He, grote risico's daarbij. Ik, ik, heb, ik heb ook mensen wel eens gehad die, die reden alleen, alleen maar binnen. Mm. Dan denk ik, nou, dan mis je toch wel een hoop. Ja. <laughs> Waarom ga je niet buiten fietsen? En je denkt, nou, oké, okay, dat was gewoon hartstikke mooie weers in de zomer, en dan ga je nog steeds binnen fietsen. Nou, oké, okay. um, verslaving misschien, ja. uh, dat dat een negatief uh, uh, deel kan zijn. <laughs> Nou ja, daar las ik wel wat over. En ik werd ook op uh, Facebook uh, door uh, uh, iemand reageerd. Die zei: Ja, ah, dit is dus wel een gevaar. Want je, je traint meer dan je zou moeten. Je traint uh, te hard dan wat goed ja, voor je zou zijn. En je staat uiteindelijk uh, moe uh, aan het uh, begin van je seizoen. Ja, dat wordt ook wel vaak gezegd. Dat je dan in de winter te hard traint. Ja. Ja, daar zit bij je natuurlijk altijd zelf bij. Uh, maar je wordt wel, als je. Nou ja, in die races meedoet, dan zijn heel veel mensen die zich niet in kunnen houden. <laughs> nee, <laughs> zeker niet. Nee. <laughs> ja. Maar dat vind ik juist ook zo leuk aan. Als ja. 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 een beloning nou, op de loer liggen en zo. Ja. Ja. Precies, als je, dat, als je je dan voorstelt dat je dat elke dag op dat ding stapt, ja, en je hebt precies. elke dag dit, dan, dan wordt het op een gegeven moment een probleem. Als je het één keer in de week of twee keer in de week doet en je laat jezelf gek maken, ja, dat is niet zo erg, hè? Nee. Nou, dus dat is goed. Uh, hou jij een beetje in de gaten dan. Uh, ja, en de voor ja, ja, ja. training app hè? Oh ja, een, uh, Ja, die app. heb ik. En he, zo'n commentaar erbij. Ja, he, dat moet natuurlijk ook op een gegeven moment niet. Uh, dat die zegt: goh, je, ik heb echt helemaal geen zin om te trainen meer. En ik ben moe. En <laughs> en ik, ja. ja. Dan goed, komt het door in door te wandelen. Ja, precies. Ja. Okay. Vochtverlies is ook belangrijk. Dat is ook altijd nog wel een ding. Vochtverlies ja. binnen. Ja, je zweet je helemaal de blubber. hebben we het al even over nou, gehad in deze aflevering. Precies. Ja. Dus daar moet je ook naar handelen. Veel drinken, meer drinken um, en, en bijtanken daarna. Ja, uh, gewoon water, thee, niks specifieks. Maar gewoon even extra, extra ja, keer Maar elektrolyte heb je ook nodig, hè? Ja. Anders hou je dat vocht niet vast. Ja, oké. Okay. Ja. Leuk. Jurgen, jij uh, traint alleen binnen op een crosstrainer, geloof ik, hè? Met de virtuele ja. wereld erbij. Ja. Nee. Uh, nee, je bent er niet virtueel ja, aan het langlopen. Met de muziekje op. Uh, oh, ja. 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 ja, muziek ja, maar ik, helpt ook altijd. Ik loopt. loop altijd een beetje uh, een paar jaar achter. Hè? Dat weet je dus. Uh... Wie weet, ik uh, word heel enthousiast van jouw verhalen, Gerrit. Ja. Ik wacht eigenlijk het moment af dat je toch op een gegeven moment zegt: van, Nou, ik heb het gehad, ik heb mijn hoogste niveau gehaald, ik, ik kan geen munten dat of beloningen kunnen. of weet ik het. wat allemaal dat zou verdienen. kunnen, maar ik lees al op swiftinsider.com <laughs> dat het tot uh, level 50 doorgaat. Ah, oh, oké. Okay. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb nog aardig wat levels uh, <laughs> te halen. waar zit je nu dan? Ja, één of twee, drie. Onder de tien. Nee, ja, ja. al op acht ah, okay. of zo. Ah, okay. En ja. volgens mij, maar dan moet ik me nog eens in verdiepen, maar dat doe ik dadelijk wel lekker in de winterstop. Uh, moet je vanaf niveau twaalf of vijf, weet ik veel, maar dan mag je eigen groep maken en dan mag je eigen events maken. Ah, dus okay. misschien ja. moeten mensen uit de Slim community het leuk vinden, ah, ah, ja. maar eens even gaan reageren en laten weten of ja. ze het ook leuk, gezellig, tof zouden vinden, dat we iets met onze community. Uh, virtueel gaan doen. Virtueel ja. gaan doen. Ja. Ik ben dus nog redelijk nieuw. Dus ik uh, hou me aanbevolen voor alle ideeën, suggesties en uh, mensen die die kar met mij willen trekken. Dan uh, moeten we dat maar eens gaan organiseren. Toch? Ja. Ja, ik knal er wel een virtuele intervaltraining in hoor. Oh ja, dat we een, een, een slimme, presteren groepstraining uh, gaan doen. Gemaakt Zeker. door Guido Vroemen. Ja. Nou. Zullen we afspreken dat als mensen dit nu luisteren, dan is ja. het uh, 22 december en zit ik in de auto op weg naar Frankrijk <laughs> en neem ik in tegenstelling tot mijn tripje in november hem niet mee? <laughs> ik denk namelijk dat ik dat niet verkocht krijg. <laughs> Dus, op zijn vroegst gaan wij dit in de week vanaf 7 januari dan oppakken. Laat dat skiën toch zitten uiteindelijk. Ga je niet nee, skieren, nee, we gaan eerst skiën. Ja. Ook altijd weer zo'n vreselijk trainingsgat. Uh, kun je niet hardlopen, kun je niet fietsen, alleen maar skiën. Nou ja, dus voor de mentale welzijn is dat dan weer heel voor fijn. Voor het nieuwe jaar dan. Uh, ja, precies. Ja. Dus um, laat ik iedereen oproepen, ook als je net luistert. Maar dit is natuurlijk vooral een oproep aan alle vaste vrienden van de show en trouwe luisteraars. Zit jij op een indoor trainer? Heb je dan nog tips, ervaringen, hacks, slimmigheidjes... waar we het nu ook een beetje over hebben, die we nog niet genoemd hebben? Waar je mij of andere luisteraars mee wegwijs kan maken? Laat het ons dan vooral weten. En laat ons ook vooral weten als je dus een idee of suggestie of plan hebt. wat we leuk virtuele kunnen doen. En inderdaad, ik zit dan op Zwift, ongesponsord, maar dat is dan het platform waar we elkaar wellicht kunnen vinden. Uh, laat het ons weten via bijvoorbeeld social media. We zijn de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. ...of de Ad podcast op Instagram. Volg ons daar. Uh, reageer op de post over deze aflevering... ...of stuur ons even een direct message. Kun je ook doen ik op de web. Wat zei je, Guido? Ik, ik weet zeker namelijk... Dat, ...dat zijn er namelijk heel veel... ...want heel veel atleten zeggen ook... ...oh ja, ik luister altijd die podcast... Ja. ...als ik binnen op de fiets zit. Ah, ja, <steem> dus ik refereer er eerder al ik aan. Sommigen kijken ook op YouTube, ja. Ja. ja, dus het kan niet missen dat we hier heel veel reacties gaan krijgen. Nou, ik ben heel benieuwd. Als je nou zegt: uh, ik laat dat even weten via de website, dan ga je naar www.slimmerpodcast.nl en dan pak je daar de link naar deze aflevering en dan stuur je die rond naar al je clubgenoten of Zwift-vrienden of wat dan ook. Zeg: Hé, hey, moet je luisteren? Ik heb hier nog. Ja, hopelijk heb je hier nog iets opgestoken over hoe je nog beter indoor of outdoor uh, gaat sporten. Of, en dat is eigenlijk wel het veiligst en het makkelijkst. Stuur ons een mail naar post.slimmerpodcast.nl Lees ik hem, lees Jurgen hem ook. Kunnen we hem eventueel zo doorsturen naar, uh, je, naar uh, Guido ook. Als er een uh, belangrijke vraag, aanvulling, opmerking is. En uh, dan gaan we in januari 2024 maar eens een beetje virtueel met elkaar uh, fietsen, denk ik. En uh, wie weet, misschien heeft iemand nog wel een tweedehands ongebruikt apparaat staan, Jurgen. Ja, ja. Dat ze die aan jou uh, kwijt ja. kunnen. Of Toch? Ik heb er nog één. Oh, jij nou, hebt er nog één. Ja. Nou, dichterbij dan nou, we dachten. Ja. Maar ook. ja, dat is zo'n ouderwetse mechanische die ik ook nog thuis met, met heb Met zo'n bandje erop. Ja. Waar je dan ja, slim. Zo'n oude met zo'n rol ja, oh. die je aandrukt. Ook. Ja, ja. ja ah, precies. Die ja, heeft hij 15 jaar geleden al gehad. Daar vond, vond ik zeer, moest je zeer hoekig uh, op uh, trappen uiteindelijk. Zeg maar. uh, <laughs> nee, dus jij zoekt I wel een beetje een slimmer, ja. toch? Ja, een oh. beetje, ja. Leuke slimmer. Ja. Nou, we zien het wel. Maar bedankt Guido ja. hè, voor het aanbod. <laughs> <laughs> He? okay, dus, okay, okay. Ja, nuance als je <laughs> een hebt, staan waar ja. een band op moet. <laughs> dat hoeft niet. We zoeken wel gewoon een slimme trainer <laughs> voor. Je. Nou, en anders koop je zelf maar heen. Anyway, dank. ja dan, uh, we gaan de kerstdagen in. Uh, Feliz Navidad, Happy Christmas en fijne feestdagen. Uh, we zijn er nog twee weken dit jaar. Dus uh, volgende week, mooi gesprek met Raoul Audians mm -hmm. over presteren onder druk. Oeh, en wat je kan doen in je trainingen om dat te leren. En dan die week daarna, kerstvers in het nieuwe jaar. 5 januari, Guido, spreken we jou jo. voor onze eindejaarsaflevering. Dus uh, ja. tot over twee weken. Tot dan. Guido. Hoi. Okay. Hoi. Hoi. Ja, goed dat je deze aflevering helemaal tot het einde uitluistert, want op het einde hebben we altijd nog een tip uit ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen waar je misschien nog eens verder naar zou kunnen luisteren. Jurgen, we hebben het gehad over binnenfietsen en een van de dingen ging over dat het anders trapt binnen. Heb jij nog een leuke tip voor onze luisteraars? Ja, dan zou ik gaan luisteren naar aflevering 139, dans in de cadans. Daar hebben we het over cadans traptechniek. A torque training, uh, ja. alles komt voorbij, eigenlijk over uh, ja, wat over traptechniek en uh, bij het fietsen. En dat is natuurlijk relevant voor uh, ja, of je nou indoor net even anders trapt dan outdoor. Dus ga die luisteren, precies. Goede tip, dankjewel, Jurgen. Tot volgende week, Jo.